Mensen, van harte welkom bij dit uitgestelde SIKB-jaarcongres 2021. Het is toen uitgesteld wegens corona. Ook nu, Aitja, zitten wij in een deels digitale omgeving, ook weer ter wille van corona. Welkom overigens, Aitja, als keynote speaker. Ook welkom Govert Geldof, die staat nog ergens achter de schermen. Dat is de tweede keynote speaker. Welkom ook aan de deelnemers van de ronde tafeldiscussie, Jos Bazelmans en Marissa Frombach. En uiteraard met name welkom aan jullie, deelnemers, toehoorders, etc. van dit symposium. Mijn naam is David van den Burg en ik zal proberen jullie door enigszins goed door deze ochtend heen te leiden. Mensen, normaal bestaat een SIKB-symposium uit een plenair deel en daarna een aantal deelsessies. Vandaag doen we eigenlijk alleen maar het plenaire deel in deze toch digitale omgeving. De deelsessies zullen eigenlijk in de loop van de komende maanden ook ingevuld worden. Dat zal deels digitaal zijn, deels live. Dat zult u verder horen. En wellicht ook goed om te vermelden is dat hopelijk, naar alle waarschijnlijkheid, op 29 september dan het echte symposium is van dit jaar. En dat zal dan, als het goed is, live zijn in de Maaspoort in Den Bosch. Mensen, het thema van het symposium, het thema van vandaag, dat is kom uit je bubbel. En ik moet zeggen, toen ik die tekst hoorde, toen had ik zoiets van ja, ik vind het een interessant thema. Want er zijn een aantal vragen die ik me dan stel. Wat is een bubbel? In hoeverre speelt een bubbel op het moment dat je werkt? Hè? En wat is dat bewust? Is dat onbewust? Is een bubbel goed of is een bubbel misschien helemaal niet goed? Die vragen die stelde ik mij. En wat mij betreft is ook het doel van vanochtend allereerst dat we ons beseffen dat wij eigenlijk misschien wel altijd, in ieder geval vaak, opereren in een bubbel. En wellicht is het ook goed dat we wat handen en voeten zouden kunnen geven aan hoe je daarmee om zou moeten kunnen gaan. Dat is wat mij betreft het doel van vanochtend. Maar goed, laat ieder zijn of haar eigen doel hebben, uiteraard. Mensen, hoe gaan wij dat doen? We hebben twee keynote speakers. Aitja Sapora, die staat nu al naast me. Welkom, Aitja. Dank je nogmaals. En ook Govert Geldof, zojuist ook al benoemd. En we hebben een ronde tafeldiscussies met de presentatoren van de stellingen die ik ook net al noemde. Die komen zo meteen nog nadrukkelijk aan de beurt. Sowieso, beste mensen, en dat is misschien meer een huishoudelijke mededeling. Wat mij betreft, ook al is het grotendeels digitaal, ik hou van interactiviteit. Durf dus vragen te stellen, durf dat te chatten. Die vragen die komen wellicht hier voorbij. En dan is het aan Aitja en mij en aan de mensen achter het scherm om te kijken of we dat wellicht even plenair vast kunnen pakken. En mensen, mocht je dan in de uitzending komen, hè, dan zullen we je ook vragen om het geluid aan te zetten. En dan kan je zelf de vraag stellen, ook met een toelichting erbij. Wij juichen dat toe. Zet hem ook weer uit als je dat dan gedaan hebt. Dat even als huishoudelijke mededelingen. Mensen, het beeld is dat wij ongeveer tot 11:30, 11:45 in de lucht zullen zijn. Laat de tijd geen doelstelling op zich worden. Wat mij betreft maken we er gewoon met elkaar een mooie ochtend van. En Aitja, ik zou graag willen beginnen bij jou. Jij bent neurowetenschapper, jij bent psycholoog. Hoe kom jij bij bubbels? Als neurowetenschapper ben ik natuurlijk heel geïnteresseerd in hoe het brein werkt en hoe onze waarneming werkt. En dan heeft dat te maken met ons bewuste en onbewuste waarneming. Dus bubbels zijn eigenlijk hoe wij de wereld waarnemen. En dat is een andere benaming voor onze perceptie van onze wereld. Dus eigenlijk iedereen heeft zijn eigen bubbel. Oké, dank je. Aitja, ik zou zeggen aan jou de vloer, want jouw verhaal is vele malen interessanter dan dat van mij. Dank je wel. Nou, welkom nogmaals allemaal. Vanochtend vertel ik over het brein, hoe we de wereld waarnemen en hoe ontstaan onze bubbels. Nou, oké, even snel een vraag.
Handen omhoog. Ik zie ook de camera's daar. Wie heeft er wel eens een ruzie gehad met hun partner, waarbij jullie er allebei van overtuigd waren dat het de schuld van de ander was? Ik kijk gelijk naar David. Mijn vrouw heeft altijd gelijk. Oh, kijk. Nou, dat zal ik straks uitleggen. Sommige mensen hebben dus last van een mening. Ik heb ook een boek geschreven hierover. Het heet Veranderen voor luie mensen. En dat zijn wij allemaal. Nou, we beginnen even met een eenvoudige test. Kijk maar, hoeveel zwarte puntjes zie je op het scherm? Nou, meestal is dit effect pas na de borrel op vrijdag, maar ze zijn allemaal wit. En toch ziet ons brein zwart. Ons brein maakt een aanname binnen een seconde. Ik toon u drie dames. Nou, de eerste ben ik zelf. De tweede is... Britney Spears. De derde... Oké. De vraag is, wie van deze drie dames is het vaakste gescheiden? Schrijf me even in de chat. Wie denkt A, dat ben ik. Wie denkt Britney? Wie denkt Lady Gaga? Ik kijk naar David. A, B of C, denk ik? Ik gok B. Je gokt B. Oké, Britney. Ik zie hier ook de antwoorden binnenkomen. A, B, B, heel veel B's. Nou, het juiste antwoord is, dat ben ik. U zag... De aannames kloppen niet altijd. Nou, in mijn geval natuurlijk lag het altijd aan mijn partner. In beide gevallen. Oké, volgende vraag is, wie heeft het hoogste IQ? A, B of C? Nou, ik kijk heel voorzichtig naar David. Oké, dank jullie wel. Ik zie heel veel A's en C en B's. Nou, het juiste antwoord is Lady Gaga. Zij heeft het hoogste IQ van ons alle drie. Oké, hoe ziet de gitarist eruit? Schrijf maar in de chat. Wat denk je, David? Rokkig, lang haar. Zwart, t-shirt. Precies, tatoeages. Tattoos. Oké, nou gaan we even kijken hoe de gitarist eruit ziet. Zo gaat dat met aannames. Even kijken. Nou, alles wat we zien, wat we horen, wat we meemaken, is gevormd door onze eigen unieke ervaring. Nou, zelfs als we naar hetzelfde beeld kijken, nemen we het op een unieke manier waar. Anders dan andere mensen. Ons perspectief is ook belangrijk. Nou, diegenen die dit object van rechts kijken, zien een vierkant. En diegenen die van links kijken, zien een cirkel. Dus je perspectief bepaalt wat je ziet. En vaak bepaalt ook de programmering van het brein, van onze hersenen, wat we zien. En in de mate dat het eigenlijk daadwerkelijk verandert zelfs wat we zien. Nou, we gaan het nu hebben over meningen. Dit op het scherm is abstract kunst. Daar moet je een beetje van houden. Wie zegt er? Nou, dat zou ik thuis wel aan de muur hangen. Vind je het mooi? En wie zegt er? Dat vind ik eigenlijk lelijk. Kijk, zie ik daar ook handen? Dus sommige mensen vinden het mooi, sommige lelijk. Maar wat zegt dit over het schilderij? Niets. Het is maar een mening. Ja, neem bijvoorbeeld David. Er zullen mensen zijn die zeggen, nou, David is briljant. Maar... Meningen zijn natuurlijk verdeeld. Even terug. Maar deze even terug. Ik ging een beetje te snel met de... de meningen zijn verdeeld. Zijn er ook mensen die zeggen, nou, David is eigenlijk briljant. Dus dat... Maar wat zegt het over David? Helemaal niet. Nou, onze meningen zijn dus alleen maar waar in ons hoofd. Nou, let op. We zagen net even een clue, maar wat is jullie mening over de volgende zanger? Kijk maar. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ik bemoei me toch ook niet met een ander. Ik
zie jou glimlachen. Nou, wie zegt er nou, die jongen kan mooi zingen? Even de handen daar kijken. Ja, goede stem zie ik ook. Nou, wie zegt er, nou, dat vind ik helemaal niks. Oké, ik ben heel politiek, kijk niet. Nou, u ziet, we hebben dus verschillende meningen. En zo zijn er meerdere mensen met een mening. En als mensen een sterke mening hebben, soms is dat best grappig. Kijk maar. Maar deze zoon, die heet ook Hazes, die kan absoluut niet zingen. Zijn zusje moeten ze verbieden te zingen. Die mag... Ja, Johan. Nou, dat is niet helemaal waar. Hij kan echt wel een beetje zingen, maar Albert is het niet. Hij kan helemaal niet zingen. Ons brein creëert over alles binnen 1 seconde een mening. Zo. Nou, denk eens aan een stad ergens in de wereld. Vertel David, wat heb je? Rome. Rome. Oké, wat er nu gebeurt op dit moment is, we hebben als het ware allemaal ladekasten in ons hoofd. En in jouw ladekast met steden had jij op het etiket staan Rome. Dus je leest, je hoofd gaat niet alles af van al die steden die je kent, maar die leest wat er op het etiket staat. Dus jouw brein wil energie besparen en daarom zitten er allemaal ladekasten in ons hoofd met etiketjes. Nou, misschien denk jij dat jij de wereld ziet zoals die is. Maar dat is helemaal niet zo. Sterker nog, de werkelijkheid die we buiten onszelf zien, bestaat alleen in ons brein. Ga ik herhalen. De werkelijkheid die we buiten ons zien, bestaat alleen in ons brein. Nou, strek je arm uit. Doe jij ook zo. En kijk even zo naar je duim. Zo, duim omhoog. We zien maar een heel klein deeltje van de wereld, net zo groot als je duim. De rest vult ons brein in. En dat gaan we nu even ervaren. Dit gebeurt de hele dag door. Kijk allemaal naar het plusje op het scherm. Armen ontspannen en blijf kijken. Blijf naar het scherm kijken, naar het plusje in het midden. Nou, er gebeurt al iets, hè? Dit is geen trucje. Nou, ga je af en toe even spieken rechts en links. Er is niks mis met de foto's. Nou, zie je ook dat er een beetje gezichten vervormen? Je brein vult het in. Je brein denkt, nou, wat zijn het dan? De foto's van 2 gezichten. Wat heeft een gezicht? 2 ogen, een neus en een mond. Dus daar plakt die willekeurig dingen op en die zijn een beetje vervormd. Ziet iedereen dat? En dit is geen trucje. De hele dag door vullen we in wat we allemaal zien van onze wereld. Dus we zien dat de wijze waarop we waarnemen en denken volledig subjectief is en selectief is. En dat is ook de definitie van een bubbel. We leven in ons bubbel. Nou, waarom dan zien we de wereld anders dan hoe hij werkelijk is? Nou, je brein heeft maar 1 doel. Jou in leven houden. Nou, het probeert dus jouw overlevingskans te vergroten. Vroeger moest je weten dat als er een leeuw is, moest je rennen. Dus je kon niet alle plannen doorlopen. Zodra je onverwachts een brul hoorde, werd er adrenaline aangemaakt. Je hartslag ging omhoog. En zodat je allemaal sneller kon rennen of vechten. En we hebben nog steeds hetzelfde brein. Dus als je nu bijvoorbeeld een onverwachts een geluid, hard geluid hoort, heb je nog steeds die reactie van overleven. Je hartslag gaat omhoog. Je brein bereidt je voor om te rennen of te vechten. Ons brein bestaat uit miljoenen neuronen. Die communiceren met elkaar door middel van elektrische signalen. Zie je zo op het scherm. Nou, onthouden. Het zijn elektrische signalen. Nou, dit is hoe een neuroon eruit ziet. Ik moet natuurlijk zo'n neuroon eruit gewoon laten zien als neurowetenschapper. Vind ik leuk. Dit is een zenuwcel. Een cel met heel veel verbindingen. Nou, je brein vormt slechts 2% van je totale massa. Maar het verbruikt 25% van alle zuurstof die je inademt. Dat is heel veel. Het moet efficiënt zijn. En dat is die ook. Daarom is je brein constant op zoek naar nieuwe manieren om energie te besparen. Shortcuts. Bewust nadenken kost heel veel energie. Dus om energie te besparen, denken we in patronen. Oké, hier. Wat is het juiste antwoord? A, B of C? Schrijf maar in de chat.
A, B of C. C, uiteraard. C. Nou, maar wat is de vraag? Welk van deze tekeningen is een pagaai, staat daar. Maar we lezen eroverheen, omdat we altijd in patronen denken. We zien wat we verwachten te zien. Nou, denken in patronen is efficiënt natuurlijk. Het bespaart energie, dat wil ons brein doen. Maar het kan ook vreselijk fout gaan. Kijk naar het volgende fragment. Het juiste antwoord is asociaal. Kijk wat de deelnemer per ongeluk zegt. Een A. Niet aangepast aan het leven in de maatschappij. Een allochtoon. Een allochtoon. Nee. Ja, dat is, die uitdrukking ook, hè. Dus in patronen denken. Meer dan 99% van je gedrag is onbewust. Slechts 1% is bewust. Nou, ons bewustzijn focust maar op één ding per keer. Nou, je zit nu ongeveer 20 minuten of zo, 16 minuten op een stoel. En je voelt waarschijnlijk de druk op de leuning in je rug of op je zitvlak. Daar was je je nog niet van bewust. En nu wel. Maar nu is niemand zich bewust van zijn ademhaling. Nou, nu dus wel. Nou, nu dat je bewust bent van je ademhaling, is niemand zich bewust van de stand van zijn voeten. Gaat het zo daarheen? Nou, nu dus opeens wel. Op dit moment ben je je bewust van mij. En dat betekent dat je ineens niet meer bewust bent van je eigen ademhaling of je eigen voeten. Nou, dit brengt ons naar het belangrijkste principe van communicatie tussen de bubbels. Eenvoud. Drie stukjes informatie kan je bewustzijn goed in het bewustzijn krijgen. Meer dan dat is al kansloos. Ons brein maakt dus daarom het liefst een keuze uit drie keuzemogelijkheden. Bij te veel informatie of te veel keuzemogelijkheden ontstaat er stress. En dat noemen we dus keuzestress als je naar de mediamarkt gaat. Overload van informatie, je gaat erheen met een intentie om iets te kopen. Je hebt het geld, je loopt naar binnen en ga gelijk naar buiten met hoofdpijn. En waarschijnlijk heb je niks gekocht. Dus daar is het zelfs moeilijker om iets, gewoon keuze te maken. Je krijgt stress. Nou, vandaar heeft Apple bijvoorbeeld maar één afbeelding op zijn site. Altijd één product, één bericht. Meer kan je bewustzijn toch niet aan. Als je een eenvoudige boodschap vaak genoeg herhaalt, wordt het ook onthouden. Nou, in het debat jaren geleden tussen Hillary en Trump ging het over het immigratieprobleem. Nou, aan zich een groot probleem, maar kijk naar de communicatie. Nou, Hillary had een heel mooi 9-stappenplan, heel goed uitgewerkt. En Trump deed gewoon zo. Kijk maar. We need strong borders. Drugs are pouring in through the border. If we have no border, she wants to have open borders. The border secure, as you know, the border patrol agents, they want strong borders. They feel we have to have strong borders that pours across our southern borders. We have to have strong borders. We need strong borders. We're going to secure the border. And once the border is secured, we shore up the border. Nog belangrijker dan de inhoud, naast de inhoud, is eenvoud van communicatie. Oké. Nou, het is een gebied diep in de hersenen. Pak ik natuurlijk mijn prachtige brein erbij. Helemaal diep in de hersenen is een gebied. Dat heet basale ganglia voor de liefhebbers. Dat maakt herhaalde handelingen en gewoonten. Dus hoe vaker je iets hoort, hoe groter de kans dat het geregistreerd wordt. En je brein zegt, dat is mijn normale wereld. En zo ontstaat ook cultuur en cultuurbubbels. Nou, ons brein verwerkt op onbewust niveau 11,2 miljoen bits per seconde. Nou, op het bewuste niveau is het net iets kleiner, namelijk 60 bits. Je hebt dus 11,2 miljoen bits onbewust elke seconde en 60 bits is ons bewustzijn. Dus het onbewuste deel doet alles en de uitkomst komt daarna in je bewustzijn. Burgemeester, wat is er nou zo bijzonder aan Seelkampen? Als je de mooiste... Ja. Oh,
Nou, tijdens het kijken van die film was niemand weer meer bewust van de stand van zijn voeten of mij of zijn ademhaling, want jouw 60 bits, jouw bewustzijn was op het filmpje gericht. Nou, bij verandering, bij verbinding zoeken, bij ons gedrag veranderen, openstaan voor andere bubbels, focussen we vaak op de 60 bits, op ons bewustzijn. Maar gedrag en cultuur verandert alleen als je het onbewuste ook verandert. Nou, je bewustzijn, je aandacht dus, is heel klein. Je ziet het gezicht of van de voorkant of van de zijkant, maar nooit allebei tegelijk. Je kunt tussen die beelden switchen, maar je kunt het nooit tegelijk zien. Je ziet of de eend of het konijn, maar nooit allebei tegelijk. Nou, van alles wat er in je brein gebeurt, komt uiteindelijk maar, ik moet het even goed zeggen, 0,00005% terecht in je bewustzijn. Nou, ter vergelijking, ons onbewuste brein is een gigantische fabriek waar 200.000 mensen werken. En voor die fabriek staat een slecht ingelicht verslaggever. Die verslaggever probeert te verklaren wat er allemaal gebeurt. En dat is ons bewuste brein. Dus ons onbewuste brein beslist en daarna verschijnt de uitkomst in ons bewustzijn. Dus de fabriek bepaalt en de verslaggever, je bewustzijn, verklaart achteraf. Deze man mag kiezen wanneer hij op welke knop klikt. Alleen scannen ze zijn hersenactiviteit. Dus de computer, de wetenschapper, weet eerder dan hij zelf wanneer hij klikt en op welke knop. Kijk maar. Wauw. Ja, dus je onbewuste beslist. Oké, doe maar even na. Doe je hand omhoog. Maak dan een vuist. Je vinger en naar je gezicht. En duw je vinger tegen je kin. Nou, dit is je kin, hè? Zie je? Je fabriek is sneller dan je bewustzijn. Ons onbewuste wordt ook continu beïnvloed. In deze treincoupé zie je allemaal boeken. En wat blijkt? Mensen gaan zachter praten. Want het onbewuste brein denkt, of heeft het idee dat je in een bibliotheek zit. En daar hoor je stil te zijn. Dus je omgeving bepaalt ook hoe je brein nadenkt over de wereld. Weet iemand wat een claqueur is? Heb je daarover gehoord? Claqueur, dat is dus een echte baan. Mensen worden bij de opera op strategische plekken gezet. En die moeten op de juiste momenten klappen, juiste momenten huilen en lachen. En zo beïnvloeden ze de hele voorstelling en de mensen dus om zich heen. En dan heb je een topvoorstelling en een hele rare baan natuurlijk. Dus we kopiëren gedrag van mensen om ons heen. Dat zit in ons ingebakken. Oké, dit zijn de drie lagen van ons brein, reptiele brein, zoogdierenbrein en de neocortex. Het reptiele brein, dat is het laagste en de oudste deel van ons brein, het is je automatische piloot. Als het aan je reptiele brein lag, zou je nooit veranderen, want die houdt niet van veranderen. Alles op routine doen, je instincten zitten er ook in. Je reptiele brein heeft drie standen, of ik moet zeggen drie vragen die hij altijd stelt, de hele dag door. 1. Kan ik het eten? 2. Kan dit me doden? Ben ik veilig? En 3. Kan ik er seks mee hebben? Nou, elke prikkel die binnenkomt wordt op deze drie punten gescand. En de wereld wordt dus waargenomen via dit filter. Alles wat je meemaakt. Nou, hiervoor hoef je niet na te denken. Nou, ik hoor natuurlijk altijd in het publiek tussen, ja, maar ik ben er echt niet mee bezig, al die vragen. Dat klopt. Je bent er niet met je bewustzijn bezig. Je reptiele brein is onbewust bezig met veiligheid, eten en de rest.
Nou, wie heeft hier een kat? Heb je een kat? Heb ik. Oké, okay, nou, straks kun je proberen om je kat, voor je kat, even, of achter je kat, even komkommer op de grond te leggen. Kijk maar wat er gebeurt. En dan zo zie je hoe het reptiele brein werkt. En hoe sterk onze instincten zijn. Kijk maar, YouTube staat vol met dit soort filmpjes. Kijk naar dit filmpje. Als we dus niet weten wat iets is, dan hebben we een basisinstinct om het bedreigend waar te nemen. Dus vandaar ook tussen de bubbels, als je gewoon niet weet waar iemand mee bezig is, hebben we een basisinstinct om het bedreigend waar te nemen. Nou, en onze basisinstincten zijn zeer sterk. Nou, in de marketing wordt het natuurlijk ook gebruikt. Ze willen ook agressie, seksualiteit allemaal gebruiken en benadrukken zoveel mogelijk om ons reptiele brein te triggeren. Het belangrijkste in een groep en tussen groepen is veiligheid. Nou, ik gaf een presentatie bij een groot bedrijf voor 400 leidinggevenden. En voor mij sprak de directeur en die zei, wegens de reorganisatie komen 100 functies te vervallen. Net voordat ik op het podium stond. Nou, dat werd dus geen gezellige middag. Direct gingen bij mensen het reptiele brein aan. Dus als je ergens, als je je niet veilig voelt, dan staat je oerbrein op noodstand. En heb je weinig capaciteit meer voor over andere taken wat je normaal gesproken zou moeten kunnen. Dus creativiteit leidt eronder, je prestatie leidt eronder. En een goed voorbeeld is pesten op school. Maar zelfs gewoon jezelf niet welkom voelen in een groep kan ervoor zorgen dat je reptiele brein op noodstand staat en dat je niet open kan stellen voor andere mensen, andere meningen en zelfs je eigen werk niet goed kan uitvoeren. Dus als je in gevaar bent, neemt je reptiele brein het over. Dat is wel functioneel, maar het gaat niet altijd vlekkeloos. Kijk maar op het scherm. Nou, dat ging natuurlijk over het laatste moment. Dus als je je niet veilig voelt, kun je niet eens. Soms weet je je naam niet eens meer. En hier zie je iemand die niet eens meer kan staan. Oké, nou, het tweede deel, het middelste deel, is ons zoogdierenbrein. Die zoekt plezier. En de vraag die het de hele dag door stelt is, wat brengt het me en wat kost het me? Je hebt twee systemen in je hoofd die tegen elkaar strijden. Nou, ik ben neurowetenschapper, dus ik hou van die Latijnse namen af en toe zo gooien. Nucleus accumbens en insula voor de liefhebbers. Dus in het midden heb je die twee gebieden, de twee systemen eigenlijk, de twee netwerken die tegen elkaar strijden. De nucleus accumbens wordt actief als er plezier is. En de insula wordt actief als er pijn is. Nou, ik kan het ook zo pijn en plezier noemen. Of moeite en plezier noemen. Nou, het doel van je brein is natuurlijk altijd het plezier vergroten en pijn verminderen. Nou, nu komt het. Het brein weet het verschil niet tussen mentale en fysieke pijn. Activatie is hetzelfde. Dus als je een betaling maakt, doet het zeer. Als je je teen stoot tegen de poot van de tafel, doet het zeer. Als je 3 seconden wacht op een website, of als je je niet begrepen voelt, of als je partner belt en zegt, schat, vanavond moeten we even een serieus gesprek voeren, wordt jouw pijnsysteem geactiveerd op dezelfde manier. Verandering van gedrag kost moeite. Je openstaan en openstellen voor andere meningen kost moeite. Moeite ervaren we als pijnlijk. Dus het moment dat je iemand vraagt om hun zienswijze te veranderen, sta je al op -1, want je triggert hun pijnsysteem. Dus je moet kijken naar hoe je het pleziersysteem ook kunt triggeren. Nou, dit wordt overal gebruikt. Op dinerkaarten zie je dus dat ze vaak het eurotekentje weghalen. Dan doet dit dus minder pijn. Het triggert je pijnsysteem niet meer. En kiezen mensen duurdere menus, blijkt het. Hier zie je
verschillende manieren om een prijs te schrijven. Welke doet het minst pijn in het brein, denk je? Schrijf maar in de chat. A, B, C, D of E. Welke doet het minst pijn? Oké, okay, nou ik zie E, ik zie heel veel E's en C. Nou, C, antwoord C en E, dat klopt. C, omdat er geen eurotekentje bij staat, want dat doet pijn. En E, omdat je brein het in een fractie van een seconde leest als 6,30 euro. Dat is manipulatie, dat is niet de manier waarop je het moet schrijven. Nou, A doet het meest pijn, omdat er een eurotekentje bij zit. En B ook eigenlijk, omdat dat komma, het streepje, wordt zo vaak gebruikt als euro aan te geven dat het ook je pijnsysteem triggert. Nou, wie heeft een fruitschaal thuis op het aanrecht staan? Heb jij een fruitschaal? Kijk, dan ben je heel gezond. Want mensen die een fruitschaal hebben op een zichtbare plek, zijn statistisch gezonder, blijkt het. En de reden is dat ze dus vaker fruit eten. En waarom? Want de reden waarom je dan vaker fruit eet is, hoe je hoeft dan niet na te denken. Wat je brein doet is, die ziet een banaan, je pakt de banaan en je eet hem op. Dat is het. Nou, dus als je bij een bedrijf of zelfs thuis wil dat je medewerkers minder koffie drinken en meer water drinken, ja, informatie geven, bewustwordingssessies, dat helpt niet. Misschien helpt het een beetje, maar het werkt niet. Wat wel werkt, is als je de koffiemachine ver weg zet en elke ochtend en elke middag op elk bureau een fles water of een kan water neerzet, je verhoogt dus de moeite om koffie te gaan halen. En je verlaagt de moeite om water te pakken. Dus je zoogdierenbrein pakt veel sneller het water. Dus het gedrag wat je wil zien, makkelijker maken voor de ander om uit te voeren. En als er geen bedreiging is dus op onze veiligheid, dus veiligheid en vertrouwen is de basis, dan zijn we geneigd om verbinding te voelen. Binnen ons bubbel, maar ook tussen de bubbels. Dat is onze oerbehoefte. Nou, als we verbinding voelen met elkaar, dan zien we ook dat het reptiele brein zit er vertrouwen in dan. En in je zoogdierenbrein is je plezier helemaal omhoog. Nou, deze leeuw ligt op sterven en wordt gevonden door deze vrouw. En ze geeft hem eten en drinken en zorgt dat de leeuw wordt opgevangen. Een maand later komt ze terug en hij gaat haar knuffelen. Wat normaliter het reptiele brein zou haar opeten, voelt de leeuw nu verbinding en vertrouwen, omdat veiligheid de basis is. En die gaan knuffelen. En vaak is het dus al genoeg als we ons gezien voelen, afgezien van onze meningen. Nou, als we naar de therapeut gaan, blijkt het uit onderzoek we voelen ons na ieder sessie beter. Na afloop van een sessie, ook al niks is veranderd in ons leven, omdat iemand luistert en maakt aantekeningen. Methodiek zelfs blijkt minder belangrijk te zijn. Luisteren is al genoeg om bubbels te doorbreken en verbinding te voelen. Nou, hier gebruiken ze, zie je ook, dat ze jouw naam gaan noemen, persoonlijk. Dat al zorgt voor connectie. Nou, ook complimenten geven zorgt voor een betere connectie. En zo zet je dus iemand in zijn kracht. En dus oprechte complimenten geven betekent ook dat je goed gaat observeren en gemeenschappelijkheden benoemen. Nou, hier voor het volgende filmpje staat een cameraploeg op straat. En ze spreken willekeurige mensen aan. En ze zeggen, we doen een project waarin we foto's maken van dingen die we mooi vinden. Mogen we van jou een foto maken? Nou, kijk naar het moment waarop de persoon echt hoort wat het betekent, het compliment. Eerst horen ze de woorden, maar daarna komt het even aan. Ze beginnen te stralen ineens. Kijk maar. Well, we have to take a picture of something that we find beautiful. Okay. We're actually making a project and we have to take pictures of things that we find beautiful. Okay. Picture of something that we find beautiful. Okay. Of things that we find that are beautiful. We are taking a picture of something that we find beautiful. Okay. Things that we find beautiful. Okay. We are taking pictures of things that we find beautiful. Okay.
Nou, in communicatie gaat het dus niet altijd om de betekenis van de woorden die we uitspreken of schrijven, maar ook om alles wat we uitstralen. Onze intentie en onze echtheid, dat is ook heel belangrijk. Niet alleen de woorden. We kopiëren mensen die we vertrouwen. Dus in plaats van alleen mailen of te bellen, probeer te facetimen. Dat vergroot al de verbinding en het vertrouwen. Maar natuurlijk, persoonlijk contact gaat een stapje verder. Het triggert ook een bepaald hormoon, dat heet oxytocine. Ook knuffelhormoon genoemd, dat vergroot ook vertrouwen en verbinding binnen organisaties. Niet alleen organisatie, tussen moeder en kind zelfs. Nou, even over diversiteit en inclusie te hebben. Wat is diversiteit, wat is inclusie? Nou, er is een verschil dus tussen die twee. Verna Myers zei het heel goed. Diversiteit, verschillende soorten bubbels, is uitgenodigd worden op het feest. Maar inclusie is gevraagd worden om mee te dansen. Dus daar zit even een nuance. Nu komen we naar het bovenste deel van ons brein. Dat is de neocortex. Dat is dat voorstukje en vooral de prefrontale cortex hier. Even voor dit stukje, het nieuwste menselijke brein. En die houdt ervan om een doel te hebben. Nou, hiermee kun je complexiteit overzien. En over complexiteit gaat Govert zo meteen alles over vertellen. Nou, we kunnen daarmee ook risico's inschatten en plannen maken. En ook je zelfbewustzijn zit erin. Dus je verslaggever waar ik het over had. Je beperkte bewustzijn. Met onze neocortex kunnen we dus goed nadenken. Oké, nou, als je in flow wil zijn binnen jezelf, maar ook in de organisatie, moet je je dus als eerste veilig voelen. Dat is helemaal de basisbehoefte. En dan moeten pijn en plezier in balans zijn. En het verhaal moet kloppen. Dus jouw doel en de organisatiedoel moeten in één lijn zijn. En zelfs in je privé werkt dat zo. Wil je dus een team of een organisatie goed laten functioneren, zorg dat mensen zich dus 1. veilig voelen en dat er vertrouwen is. 2. Dat mensen plezier hebben in hun werk. En 3. Dat er een hogere doel is en een visie is, dan pas heb je commitment. En dan pas hebben de mensen dat ze iets bijdragen en dan bloeien mensen ook op. Nou, hetzelfde geldt als je iets persoonlijks wil bereiken. Gevoel van veiligheid, vertrouwen en moeite doen en plezier hebben. Dat moet altijd in balans zijn. Nou, verandering van gedrag en openstaan voor anderen. Dat gaat vanzelf als alle drie de delen van het brein samenwerken. En dat gebeurt automatisch in 2 gevallen. Eerst bij passie en daarna bij urgentie. Nou, als je ergens dus passie voor hebt, ga je er ook intrinsiek harder aan werken. Dat voelt niet eens als werk. Of moet er urgentie zijn, dan neemt je reptielenbrein het over en dan is alles ineens mogelijk. Want dat moet. En net zoals dat je, als je iemand die pas een burn-out heeft, dan tijd maakt om te gaan mediteren of te gaan wandelen of uit te rusten. One more. Met kleine stapjes kunnen we alle kleine gedragingen en gewoontes ons eigen maken. Dus als we willen veranderen, proberen we dat te doen volledig uit ons bewustzijn. Met regels en plannen en protocollen. Maar zo werkt dat niet. Onze neocortex geeft ons het gevoel dat we objectief waarnemen. Maar dat is niet juist. Zoals we eerder zagen, is alles perceptie, waarneming. Nou, je kunt de perceptie van mensen natuurlijk ook beïnvloeden middels priming. Ik heb een aantal voorbeelden voordat ik afrond. Nou, alles wat ons brein ziet, maakt het tot 1 beleving. Dus niet alleen de inhoud van wat je ziet of wat je wil communiceren, maar alles eromheen, wat je aan hebt, wat erachter staat en muziek, alles eromheen. Nou, zo werkt dus priming. Stel, ik zou worden aangekondigd door David en
ik oploop met deze muziek. Hier is Aita Sapora. En dan kom ik op. En dan denken jullie waarschijnlijk, dat wordt wel een zacht, zweverig verhaal. Maar als ik dus zo opkom, hier komt Aita Sapora. Nou, dan denken jullie, wat is er mis met haar? En dat klopt ook, want dat laatste, dat tweede, ben ik al 3 keer live geweest. Maar dat terzijde. Alles is... Oh, even terug. Zo. Alles is context. Is het heen? Dit is een... ja, ik moet even zo terug. Dit is een filmpje waarin iemand thee brengt voor iemand anders. En hij heeft er suiker in gedaan. That's it. Kijk naar het filmpje. Here's your tea. Oh, cheers. Did you put sugar in this? Yeah, I did. Oké, okay. Ik kijk even naar David. Hij kijkt met grote ogen. Dus het heeft een soort van... Wat voor gevoel krijg je hiervan? Niet echt vrolijk. Nee, spannend. Maar de muziek helpt natuurlijk. Spannend, hè? Spannend, ja. Daar gaat het eigenlijk om. Het is een beetje onheimisch, dat iets gaat gebeuren. Nou, ik laat jullie dezelfde film zien met een andere muziek. Kijk naar wat voor gevoel je hier krijgt. Did you put sugar in this? Yeah, I did. Precies dezelfde film en totaal ander gevoel. Dus het is le ton qui fait la muziek. Het is de toon dat bepaalt wat de muziek is. En iedereen, ieder bubbel heeft zijn eigen achtergrondmuziek. Dus dit inzicht brengt ook zachtheid in communicatie. Alles wat voor jou helemaal aannemelijk is of evident is, is helemaal niet zo. Dus soms hebben we een beeld in ons hoofd van een bepaald gedrag, wat helemaal niet waar hoeft te zijn. Dus de verwachtingen die je hebt, vormt jouw werkelijkheid. Als je verwacht trouwens een hele dure wijn te drinken, dan vind je die ook wijn daadwerkelijk lekkerder smaken. En dat is overigens ook wetenschappelijk getest. We kunnen niet objectief waarnemen, maar we denken dat we dat doen. Onze subtiele aannames maken dat we in een bubbel blijven zitten. Nou, mijn laatste voorbeeld is hoe je over iets denkt al beïnvloedt hoe je iets ervaart. Dit is Piet Best. Hij was drummer in dit bandje. Nou, voor de millennials onder ons, dit is Beatles. Alleen net voordat Beatles dus doorbrak, werd Pieter uitgezet. En als ze hem nu interviewen en vragen, ja, wat erg voor je dat dit je is overkomen, dan zegt hij, ja, ik ben heel blij, ik ben zo blij. Ik ben eigenlijk een huismus en ik ben blij dat al die poeha is mij bespaard is gebleven. En nu komen we aan Dave Mustaine. Hij was gitarist in dit bandje. Dit is Metallica, maar alleen voordat Metallica doorbrak, werd hij dus eruit gezet. Maar voor hem was dit het ergste wat hem ooit is overkomen. En zijn enige doel in het leven was groter worden dan Metallica. En toen startte hij deze band. Nou, dit is Megadeth. Hij verkocht met Megadeth 20 miljoen cd's. Geweldig. Alleen Metallica verkocht er 120 miljoen. Dus als ze hem nu interviewen, zegt hij, het is allemaal mislukt.
Ik ben een mislukking. Ik heb mijn doel niet bereikt. Dus je ziet twee dezelfde situaties met totaal andere percepties. Je kunt er dus niets aan doen dat je deze lijnen scheef vindt lopen. Terwijl ze allemaal kaarsrecht zijn. Dat is hoe ons brein gewired is. Hardware van ons brein. De bedrading. We kunnen er niets anders doen dan hoe ons brein geprogrammeerd is om iets waar te nemen. Ik eindig met een plaatje van 32 cirkels. Ja, ja echt. 32 cirkels, dit is wel een moeilijke. Zie je hem al, David? Ik ga even helpen. Ja, niemand ziet het binnen een paar seconden hoor. Dit is wel de moeilijkste. Kijk maar. Ik verander niets aan het beeld. Ik help wel eventjes. Daar zijn de cirkels. Dus we kijken naar hetzelfde beeld, maar we zien totaal iets anders vanwege ons focus. Dus ook waar je focus bepaalt ook wat je ziet. Nou, nu, wat hebben we allemaal gezien? We keken naar meningen. Die kan absoluut niet zingen. En we zagen ook dat een mening per definitie subjectief is. Oh, en degene die het schilderij mooi vonden, het is gemaakt door een aap. We zagen ook dat onze aannames lang niet altijd kloppen. Waarom zit je zoals je nu zit? Dat weet je niet. Dat is je onbewuste brein die dat deed. Daarna pas zoekt de verslaggever een verklaring over waarom. En ons onbewuste brein wordt ook continu beïnvloed. Ons beloningssysteem wordt geactiveerd als we een compliment krijgen. Well, we have to take a picture of something that we find beautiful. Verandering gaat het beste in kleine stapjes. Zo word je geleidelijk aan briljant. En creativiteit komt niet voort uit inspanning. Maar uit ontspanning. Dank jullie wel voor jullie aandacht. En ik geef het woord terug aan David. Aisha, dank je wel. Beperkt applaus. Er zijn weinig mensen hier, maar ik vond het een mooi verhaal. Aisha, we lopen uit de tijd, maar ik heb toch nog één vraag aan jou, als dat de minste mag. We hebben ook hormonen. Hè? Je vertelt met name over hersenen. In hoeverre worden die hersenen ook aangestuurd door hormonen? En kunnen we dat ook nog actief beïnvloeden? Of werkt dat zo niet in jouw beleving? Nou, we zijn constant in contact met onze emoties, ons lijf. Dus soms denken we dat ons lijf en wat we doen met onze biologische functies iets anders is dan ons mind. Maar zo is dat niet. Dat is één systeem. Dus wat wij doen, ons gedrag bepaalt onze emoties. Onze emoties die worden een soort van netwerken die oplichten. En die werken rechtstreeks met hormonen. En dat wordt eigenlijk je gedrag, je zienswijze, je mening. Dus het is helemaal met elkaar geweven. Dus door je gedrag te veranderen kun je zeker je hormonen ook beïnvloeden en andersom. Oké, dank je. Zijn er nog vragen vanuit het publiek? Ik zie ze niet en ook gezien de tijd, Aisha, dank je. Ik heb ooit Kahneman gelezen. Volgens mij is dat iemand die in jouw vakgebied werkt. Absoluut, hij heeft zelfs een Nobelprijs. Ja, precies, precies. En Aisha, als jouw boek de helft zo leuk is als wat je hier gepresenteerd hebt, ga ik veel plezier hebben met het lezen van je boek. Dank je wel. Dank je wel. Ja. En bedankt voor de mooie feedback. Ja. Mensen, tot zover Aisha, dank je. En Aisha, zometeen mag je bij de paneldiscussie wat mij betreft terugkomen. Govert. De nummer 2 keynote speaker, welkom. Govert, jij wordt dan altijd geïntroduceerd als civiel ingenieur, ja. Adviseur bij complexe projecten. Volgens mij ben je ook filmmaker op onderdelen. Tegenwoordig wel sinds corona, ja. Ja, precies, precies. Ja. Govert, in hoeverre doe je eigenlijk nog iets met dat civiele ingenieurschap? Want reken jij überhaupt nog of ben je daar niet meer zo mee bezig? Eigenlijk heb ik dat weer een beetje herontdekt. En dat is wel vaker zo. Net als een kind die komt in de puberteit, zet zich af tegen alles wat vroeger was. Hè? En dan ga je de waarden van dat weer herkennen. En juist dat mooie wat ik geleerd heb op civiele techniek, ik merk dat ik dat steeds vaker gebruik.
En dat ik ook weer flarden terugkrijg van hoogleraren die hele mooie dingen hebben verteld. Dus uiteindelijk kijk ik ontzettend dankbaar terug op mijn studie. Oh, ja. Leuk. En in de projecten waar ik mee bezig ben, daar komt het gewoon hartstikke naar voren. Ja. Ja. Govert, aan jou de vloer als tweede keynote speaker. Hij moet wel even naar de eerste slide toe, als het kan. Even kijken, nou, dat kan ik zelf doen. Hij zit al een stukje... Ja. Dit is... ik heb het genoemd Verbin van Wubbels. Ik sta aangegeven als, als het is complex, maar we maken het ingewikkeld. Ik zie geen groene... Nou ja, het maakt ook niet zo heel veel uit. Het is complex, we maken het ingewikkeld. Ik ga heel vaak het woord complex zeggen. Hè? Complex, 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 complex. Dan in het als borders, borders, borders. Het bijzondere is, ik denk dat wel wat punten van het verhaal van Aisha terugkomen in de tocht die we hebben gemaakt. En ik beschrijf het ook een beetje als een tocht. Ik zit even te kijken, 10:21, ja. Dus een ouderwets horloge, hè? Dat is nog altijd mijn impuls waar ik op vertrouw. Er komen wat elementen terug. En bij mij komt ook een ijsberg naar voren. Dat gaat met name over kennis. Dus niet op dat moment, maar datgene wat je opslaat en inbrengt in een proces. En dan zijn de verhoudingen iets anders. Maar er zitten wel wat elementen in die zometeen heel mooi aansluiten op, op de presentatie hiervoor. Ik begin met de bubbel van de civiele techniek. Want dat is wel waar ik mee begonnen ben. En ik bouw het ook een beetje op als een verhaal vanuit mijn eigen belevingswereld, deze presentatie. Ik ben ooit afgestudeerd op het onderwerp grondwater in de stad. En toen ik afgestudeerd was, een van mijn eerste projecten was het Broek in Arnhem. En ik had, dit is een kruipruimte. Of dit is de wijk Het Broek in Arnhem. En dit is een kruipruimte, een natte kruipruimte. Hoe ga je om met die problematiek? Tijdens mijn afstuderen, vond ik heel knap van mijzelf, heb ik kalmandfiltering gebruikt voor het omgaan met meetgegevens en modellen. Rekenmodellen met name. En je kon er een maanlander mee op de maan zetten. Ik dacht, dan kun je er ook nog wel iets met grondwater mee doen. Ik heb me ook verdiept in de bouwfysica. Hoe werkt dat nou precies? Warme lucht, koude lucht, stroming en dergelijke. Wanneer krijgen mensen allergenen? Wanneer krijgen ze last van en dergelijke? En in mijn beeld had ik toen twee bubbels met elkaar verbonden. Want ik kwam er al gauw achter dat de mensen van hydrologie, die kenden de mensen van bouwfysica helemaal niet. Hè, in hetzelfde gebouw. Dat is wel heel erg bijzonder. Ik was ook heel trots op wat ik had. Ik had dat ook helemaal meegenomen in mijn benadering van de problematiek. En ik dacht ook, die mensen die zijn hartstikke in het Broek, want ik mocht het presenteren in een buurthuis. Die mensen zijn hartstikke enthousiast van wat ik ga presenteren. Hoe knap het is en welke mooie formules ik gebruik. Kijk, Kajsa die heeft vooruitgedacht en die heeft water voor mij klaargezet. Maar de werkelijkheid was anders. In het buurthuis was een hele grimmige sfeer. En eigenlijk waren ze helemaal niet geïnteresseerd in wat ik vertelde. Ik zat te vertellen wat ik kwijt wilde, maar niet wat ze wilden horen. En bovendien, de wijk was net aangewezen als een tippel gedoogzone. En ze waren boos op de wethouder. Dus er zat heel veel emotie in de zaal, helemaal niet gericht op grondwateroverlast. Eigenlijk leek dat onbelangrijk op dat moment. Ik denk dat het heel erg aansluit naar wat Kajsa net heeft verteld. Op dat moment zit in hun bewuste, onze wijk is een tippel gedoogzone geworden. En ja, voor mij was dat wel heel erg frustrerend. Ik ging met de kater naar huis. En dan ervaar je ook dat je op een bepaalde manier tekortgeschoten bent. Van, hoe kan dat? Wat is er gebeurd? Ik ben mijn knappe Delftse kennis en die bewoners, hè, die plaats je onbewust al op een hoogteverschil. Waarom willen ze mij niet begrijpen? Dus ik heb toen ook contact opgezocht, met name met de wetenschap, sociale wetenschappers. Ik dacht van, ik wil graag die samenwerking met ingenieurswetenschappen en sociale wetenschappen. Die hebben elkaar heel veel te bieden. Dat was mijn eerste reactie. En ik praat hierover ongeveer 1990. Nou, ik ben naar verschillende faculteiten geweest, ik heb met sociale wetenschappers gesproken. En eigenlijk gaven ze aan, wij vinden jou niet interessant.
Want ingenieurs, dat zijn vierkante denkers, die kunnen alleen maar sommetjes maken, zitten vol vooroordelen, daar kunnen wij niet mee werken. Ik vond dat nogal een zwakke bot voor sociale wetenschappers, als ik eerlijk ben. Leverde wel een teleurstelling op. Dan blijf je toch met je eigen collega's, die ook met hun voeten met name in de technische wereld staan, blijf je zoeken, zoeken, zoeken. En je probeert het ook uit. Ik was met de bodemdaling in Groningen en dergelijke. En toen kwam ik dit boek tegen. Het lag bij Praamstra in Deventer in de etalage. Nu praat ik over 1993. En toen lagen dit soort boeken nog in de etalage. Tegenwoordig is het alleen Libris Top 10 en dergelijke. En toen lagen dit soort boeken nog, inderdaad nog in de etalage. En ik was inderdaad flabbergasted. Ik dacht van, jeetje. Ik heb het gelezen. Ik heb het ook uitgeleend. Dus ook wel te zien. Het is nog... Ik heb ook dingen onderstreept. Ik snap niet wat ik nou onderstreepte, waarom ik dat zo boeiend vond. Maar we gingen met name in de plek waar ik werkte toen bij Touw, zijn we met z'n allen rond die complexiteit, ik zeg het woord nog een paar keer, zijn we ideeën gaan ontwikkelen. En die mochten we volop kwijt in het waterplan van Nijmegen, 1997. Eigenlijk kregen we van de twee wethouders carte blanche. En we hebben daar met name gewerkt aan parallele planning. Doen in plaats van eerst alles uitzoeken, plannen maken en dan gaan uitvoeren. We zijn doen en denken en al die handelingen zijn we parallel. We hebben in één dag een visie opgesteld en daarna zijn we gewoon aan de slag gegaan. En dat werkte heel erg goed. We hebben elkaar ook geïnspireerd met medewerkers van de gemeente. We hebben gekeken naar hoogteverschillen, naar riolering. Dat ligt linksboven. We hebben infiltratievoorzieningen aangelegd, want we wilden het water vasthouden, zeker in zo'n zandbult van Nijmegen. We hebben markten georganiseerd, aandacht besteed aan het onderwijs en we hebben bestuurders op een bepaalde manier betrokken. Allemaal parallel aan elkaar. Dus niet achtereenvolgend, maar naast elkaar in plaats van na elkaar. Dat was een beetje de slagzin. En op een gegeven moment constateer je dat je iets hebt doorbroken, een bepaalde manier van werken. Waarin we heel serieel werken in plaats van parallel. We bereikten ook heel veel mensen. Alleen wij hadden niet de kennis, zoals Aitja, van waarom werkt dit? Hè? Wij hadden er eigenlijk geen sociale, psychologische theorie over. We hadden eigenlijk op onze klompen, civiele klompen, hadden wij aangevoeld dat je als je parallel werkt, ik had het ook in Japan geleerd dat dat een hele goede manier van werken is, dat je dan heel veel mensen bereikt. Waarom werkt het dan? Nou, en dan merk je, en dat is één van de grote lessen uit de complexiteitswetenschap, datgene wat er echt toe doet, dat ligt vlak voor je voeten. Wij denken vaak, we moeten groot alles verbinden, grote modellen maken en dergelijke. Maar het is juist die eenvoud die voor je voeten ligt, die ertoe doet. Datgene wat ik nu ook begrijp, in je directe bewuste zit. Alleen in onze ambitie, misschien is dat die neocortex, die wil maar ver kijken en doelen vaststellen. Terwijl de dingen die je nu al kunt realiseren, die liggen vaak gewoon voor je voeten. Maar je moet het wel even zien. En nu ga ik ook in de richting van het verhaal van Kajtja. Want de ontdekking werd mij aangereikt in een bijzondere ontmoeting. En dit is Heathrow Airport en het is 11 november 2003. Remembrance Day, hè? Dan hebben al die Britten hebben zo'n kruisje op of zo'n ding, zo'n vlaggetje, hoe heet het. En het was heel mistig. En mijn vlucht kwam te vervallen. Ik moest overboeken op een ander vliegtuig. En ik raakte in de rij in gesprek. En ik kwam pas een half uur later achter dat het Hubert Dreyfus was. En is in mijn ogen een hele belangrijke filosoof. Hij is 2017 overleden, jammer. En hij is een Heidegger-kenner. En Heidegger heeft ooit gezegd, being in the world. Als je bezig bent met een project, dan ben je geen toeschouwer, maar een deelnemer. Je bent één van de wereld. Wij hadden nogal de neiging om te zeggen, dit ben ik en daar is mijn project. Maar je bent een onderdeel van je project. En in het vliegtuig raakten wij met elkaar, gingen wij door, want we hadden 4 uur tijd op Heathrow Airport en ook nog eens een keer tijd in het vliegtuig. En we hadden het onder andere over vertrouwen, dat zo belangrijk is. Zeker als je met bewoners bezig bent, als je met andere collega's bezig bent. Dat vertrouwen is een grote bindende factor. Dat is een belangrijk iets.
En ik laat even het kaartje zien van nu, op dit moment. We krijgen zo meteen gemeenteraadsverkiezingen. Hoe donkerder de kleur op dat kaartje, hoe lager het vertrouwen in de lokale overheid. En dat wordt steeds roder en donkerder. En ja, vertrouwen is een heel moeilijk begrip. Het komt ook in die omgevingswet steeds weer naar voren. We moeten elkaar vertrouwen, we moeten werken aan waarden. Dat wordt er gezegd. En toen zei Hubert Dreyfus, tegen mij van, wist je dat vertrouwen impliciet is? En hij legde mij het verschil uit tussen impliciete en expliciete kennis. En dat raakt heel erg aan het vorige onderwerp. En hij zei ook, als je in het waterbeheer in Nederland bezig bent, of in de bodemwereld, of wat dan ook, doe eens onderzoek naar impliciete kennis, wat dat betekent voor jouw vakgebied. Want bijvoorbeeld, de mensen in Nederland moeten heel veel vertrouwen hebben in jullie dijken. Dus dit is nogal essentieel, die impliciete kennis. Nou, en dat is dan het, dan komt die ijsberg weer, een iets andere verhouding, want het gaat over kennis. We maken dan onderscheid tussen expliciete kennis en impliciete kennis. En het meeste grote deel van onze kennis, dat is impliciet en niet expliciet. Die expliciete kennis, die kun je omzetten naar informatie, dat kun je in een boek opschrijven. Die impliciete kennis, dat kun je dat niet, dat heb je gewoon. Dit is het bekende voorbeeld. Oh ja, 89% staat hier. Dit is het bekende voorbeeld. Leren fietsen. Fietsen leer je niet door heel veel wetenschappelijke papers te bestuderen van hoe je het beste kunt gaan fietsen. En dat is een beetje analoog in wat we ook in Nijmegen deden. Je leert het door te doen, te herhalen, te herhalen. Complexiteit. Ik zeg het woord even vaak, dan komt het blijft wel hangen, denk ik. We hebben toen ontzettend veel gesprekken gehad met name mensen van waterschappen. Maar ook van de waterdienst, zo heette dat in die tijd nog. En we hebben gesproken van hoe gaan ze om met kennis, hoe gaan ze om met elkaar. Ik ben een civiel technicus, maar ik werkte samen met sociale wetenschappers. Maar wel allemaal uit dat kringetje van de complexiteitswetenschappen. Want er zijn heel veel mensen die daarmee bezig zijn. Wereldwijd, maar ook nog uit heel verschillende disciplines. Je komt artsen tegen, je komt natuurkundigen tegen, biologen, ecologen, psychologen. Ja, en een paar technici in die tijd. En we hebben heel veel mensen gesproken. En toen kwamen we eigenlijk op het principe van hoe ontstaan bubbels. Wij noemden dat even geen bubbel toen, wij noemden dat sferen. Dat was Peter Sloterdijk, die heeft dat zo geformuleerd. Maar het is in feite hetzelfde. Het is meer een sociaal gegeven dan een individueel gegeven. Dat is denk ik het grote verschil. Maar in de bubbels zoals wij die bekeken, hebben we geconstateerd dat binnen een sfeer, binnen een bubbel, daar wordt die ervaringskennis, die impliciete kennis uitgewisseld, maar tussen de sferen niet. En dat was een belangrijke ontdekking. Daar is het alleen maar rapportjes, formele verslagen en dergelijke. En zo zijn wij tot een definitie gekomen van een bubbel. Een bubbel is een groep van mensen die onderling ervaringskennis uitwisselen. En tussen de bubbels wordt alleen informatie en expliciete kennis uitgewisseld. Nou, en dat was toch wel een belangrijke. En wij ontdekten ook dat er binnen een waterschap alleen al met tenminste 5 verschillende bubbels konden ontdekken. En dan, als je verder gaat kijken, kom je tot subbubbels en dergelijke. We hebben ze iets anders genoemd. We hebben geconstateerd dat ze er zijn en dat ze ook nog eens een keer uit elkaar groeien. Oh. In mijn PowerPoint moet ik heel vaak drukken. Ze groeien uit elkaar. En dat is best wel bijzonder, want zelfs de verbinders, mensen die zich verbinders noemen, vormen een eigen sfeer, want de verbinders van het waterschap praten met de verbinders van de gemeente. Oh, dan gaat hij weer. Even kijken. Ik weet niet hoe dat komt. Dat heb ik heel vaak gedrukt. Zoals ik... Ze horen eventjes heel mooi gelijktijdig uit elkaar te gaan. En wat je ook hoort, is dat mensen vanuit de bubbel zeggen van, ja, ik word veel te laat betrokken in het proces. Maar dat hoor je niet alleen bij deskundigen van bodem en ondergrond. Je hoort het ook bij hydrologen. En je hoort het ook bij
verkeersdeskundigen. Ik ben in een hele sessie geweest met verkeersdeskundigen. Ja, we worden altijd te laat betrokken. Je hoort het ook bij planologen, zelfs bij planologen waarvan we verwachten, die moeten juist helemaal aan het begin staan. Je hoort het ook bij belangenvertegenwoordigers, bij bewoners. Iedereen klaagt erover dat hij te laat betrokken wordt. Dat is wel een hele bijzondere gegeven. En waarom gebeurt dat niet? Nou, ik heb zelf een persoonlijke top 5 opgesteld van redenen waarom we uiteindelijk niet die verbinding met elkaar zoeken en ook niet met elkaar vinden. Bij mij staat op nummer 5 het werken achter een beeldscherm. Wij denken dat we de hele wereld via dat beeldscherm binnen kunnen krijgen, maar dat is niet die impliciete kennis. Dat maakt het ook zo moeilijk voor die coronatijd. Heel veel impliciete kennis is, ervaringskennis is niet overgedragen. Op nummer 4 is, vind ik toch wel al die out of the box, ik heb er heel wat meegemaakt, waarin je met name individueel werd benaderd. Alsof je werd bijna verweten dat jij in je bubbel zit en dat je in je comfortzone, dat je eruit moet komen individueel. En mijn ervaring is juist dat dit een groepsproces moet zijn. Dan heb je al die managementmodellen, met name Angelsaksisch getinte managementmodellen, waarin er allemaal vakjes worden gemaakt en waarin je wordt ingedeeld en je moet gedragen volgens dat wat in dat vakje beschreven is. Dat moet zo. Ik denk dat het heel wat schade aanricht in de processen die wij organiseren. Het bedrijfsleven is al terug, het is van Angelsaksisch weer naar het Rijnlands systeem terug. Op nummer 2 bij mij, vergaderen. Dus ongeveer de meest inefficiënte vorm of ineffectieve vorm van communiceren, omdat mensen voornamelijk tegen elkaar praten in plaats van met elkaar. En op stip met stip op nummer 1, de wijze waarop wij communiceren. Ik heb net een woord geleerd, dat is weettaal. Ik vind dat zo'n mooi begrip. Ik weet het. Dat was ook precies wat ik deed in het broek. Een mooie formule tonen en kijken hoe knap ik ben. Nee, het is juist die empathie, die inleving in anderen die zo essentieel is. Dat is waar we in feite naartoe willen. Maar je hoort heel veel weettaal. En ja, ik heb zo'n alarmbelletje in mijn hoofd. Als ik iemand hoor praten, dan is het weettaal. Dan denk ik dan als je iets wil bereiken, zeker in een inspraakavond met bewoners, en je komt zeggen, ja, dat is de pompovercapaciteit van de riolering, blabla, overstort en allemaal moeilijke formules, dan bereik je de mensen niet. Dus dan ga je ook wel een beetje begrijpen waar ik zelf ook niet dat contact had met die bewoners in het broek. Nou, wat is dan de oplossing? Dat is eigenlijk heel simpel. Daar hebben we al heel lang over gedaan om dat te achterhalen. Want 2003 was de ontmoeting met Uber Drivers en pas eind 2009, toen gingen we voor het eerst werkplaatsen doen. De oplossing is, het zit in de analyse, zorg ervoor dat er ook ervaringskennis wordt uitgewisseld tussen de sferen, tussen de bubbels. Eigenlijk is dat het enige wat je wilt veranderen in dit systeem. Hè? En dan is de grote vraag van, hoe wisselen wij ervaringskennis uit? En dat antwoord was eigenlijk ook heel simpel. Dat is dus echt, wij noemen dat, is een heel mooi woord voor, affordance, dat is dan een kans die zich plotseling voordoet. En waar ik als civiele ingenieur helemaal niet aan wilde, want ik dacht je moet berekeningen maken en niet bla bla bla. Maar de manier waarop wij kennis overdragen, en dat doen we al zolang wij homo sapiens zijn, we vertellen elkaar verhalen. Dat is de manier waarop wij ervaringskennis overdragen. En dat is wel heel bijzonder, want als wij een verhaal vertellen, dan is dat niet een glad patroon. Er zitten allemaal vervormingen in. Hier staan wat elementen. Hè? Je springt van de hak op de tak. Er zitten leugentjes in. Godfried Bomans die zei ooit, de waarheid wint aan waarde op het moment dat het een leugentje wordt. Ik vind het een prachtige uitspraak van hem. Maar dat geeft wel aan dat in dat vervormen van de werkelijkheid, in de feitelijke informatie, daar zit die ervaringskennis verpakt. Een verhaal is een vervormde werkelijkheid, maar juist de manier waarop mensen die verhalen vervormen, of de werkelijkheid vervormen, om tot een verhaal te komen, daar zit die ervaringskennis in. En als je dan ook nog met gebaren kunt doen, elkaar in de ogen kunt kijken, zo nu en dan lachen, met elkaar in respons gaan, dan kun je ook ervaringskennis. En als je dat combineert met doen, dus niet praten over doen, maar echt doen, ja, dan krijg je daadwerkelijk ook een overdracht van ervaringskennis. In ons onderwijs cruciaal. En neem het getal 42.
Nou ja, sommige mensen zullen het getal wel herkennen, denk ik. Maar ja, het is gewoon een dom getal. Hè? En, maar het is wel een mooi, concreet gegeven. Dan denk ik van, als religieus denk ik van, oh mooi, 42. Lekker hard. Maar pas als je de context kent van The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, dan weet je dat het, een hele context omheen zit. En die context is juist zo belangrijk. Nou, dat kwam ook weer in het verhaal van Kajtje naar voren. Zonder de context is 42 gewoon een dom getal. He, André van Duin deed het al. Ja, ik heb wel statisticus hele mooie getallen. 26,3. Oh ja, 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 prachtig getal. Maar wat betekent zo'n getal? Dus getallen hebben een betekenis in een context. En we weten ook, en dat vind ik al zo mooi, als iemand vertelt van ik heb zo'n grote vis gevangen, dan weet je al dat het zo'n grote vis is geweest. Dus wij weten eigenlijk al heel veel op het moment dat iemand aan het praten is. Dat voel je inderdaad. Ik zie Kajtje al even knikken. Wij vullen dat al in. Dus oh, die man, als hij dit zegt, dan is dat. Dus dat is die ervaring die al in ons opgesloten zit. Nou, nu kom ik even tot mijn verhaallijn. Als je naar een spannende film kijkt, dan is de verloop van het verhaal bijna als een grondwaterstand over het jaar in de zandgebieden. In het begin worden de personages geïnterviewd. Oh, dat is de verloop van de grondwaterstand. Ik kijk weer naar het verkeerde schermpje. In het begin worden de personages geïntroduceerd. Daarna beginnen de eerste problemen. Deze problemen roepen weer nieuwe problemen op. Dan gaan wij op een punt bereiken waarvan je denkt, komt dit überhaupt nog wel goed? En dan doet de held iets geweldigs. En uiteindelijk in apotheose heb je een happy end. Hè? Bij Europese films kan het wel eens een keer helemaal eronder uitschieten. En dan heb je echt een probleem. Nou, ik heb mijn verhaal ook een beetje zo op die manier opgebouwd. Hè, van mijn afstuderen. Eigenlijk zijn we ons rond het hele idee van hoe bereiken wij, hoe doorbreken we die bubbels. We hebben ons steeds meer naar beneden gepraat. Ik heb in dit verhaal, oh ja, dat is wel even belangrijk. Als ik nu terugkijk over met name de rol van ervaringskennis en verhalen, begin ik te begrijpen, en heb ik ook al gezegd, waarom het broek zo moeizaam ging. Ik begin nu ook te begrijpen waarom het waterplan in Nijmegen wel een succes is. Het is tot voor kort is het nog nooit herschreven geweest. Nou, ik heb nog drie elementen opwaarts. Dat zijn met name elementen waarvan ik zeg, waar we dit ook een plek geven in ons werk. De eerste is in mijn ogen erg belangrijk. Het ordenen van verhalen. Dan heel kort iets over de werkplaats. En voor mij ook iets essentieels. Het verschil tussen integraal en geïntegreerd. Ik ga er maar heel kort op in. Maar ik geef even een blik van wat het is. Als ik het heb over de ordening van verhalen, is dat we onze leefomgeving niet moeten zien als een ordening van objecten of assets. Hè. We spreken steeds over assets, maar een ordening van verhalen. Dan krijg je dat waar de mensen een verbinding mee hebben. Nou, dit is even de plek waar ik zelf woon. En dat, ja, andere mensen vertellen mij die verhalen en ik ga steeds meer van die plek houden. Dit is onze boerderij waar wij wonen. Het zijn allemaal kromme lijnen. Het is eigenlijk nog de vorm van de Waddenzee, ons gebied. Maar wij hebben een rechthoekige slotenpatroon om onze woning, onze boerderij. En dan hoor je dat later, dat er een kasteeltje heeft gestaan van Hero Hottinga. Dat was een geus en die moest Friesland verlaten in 1 uur. En opeens krijgen die sloten, die krijgen een andere betekenis. Er zit een verhaal aan verbonden. En hoe meer van die verhalen ik hoor, hoe meer ik van mijn plek ga houden. En als je kijkt, dit is dan het noorden van Nederland. Wat je dan merkt is dat we hebben het Pleistoceen en het Holoceen. En dat we nu echt in een andere tijd terecht zijn gekomen, dus het Anthropoceen. Waar wij als mensen het landschap vormen. En als ik dan kijk, even inzoom op de bodemkaart. Dan zie je dat we zijn ooit terpen gaan aanleggen. En dat die op hele slimme plekken liggen. Dus er werd heel goed nagedacht. Welk verhaal koppel ik aan welke bodem en welke ondergrond? En in die verhalen, daar vinden we elkaar. Dus op het moment dat je een project doet over bodem en ondergrond, dan moet je ook dat contact hebben met die verhalen. En de Tjummer Polder waar we in zitten, dat is een van de oudste polders van Nederland. Misschien de oudste. Was in het jaar 1000 al een polder. Wat ook zo leuk is, vind ik zelf, in het Friese volkslied, daar zit het woord groen.
Nou betekent dat meer Nederland, hè, je hebt het over de Nederlandse bodem. Groen is de plek waar je mee verbonden bent. Hè, of Frieske groen, waar je de verhalen kent en waar je dus generaties lang mee verbonden bent. Dat is de betekenis van groen. Het is niet een object, het zijn die verhalen die uiteindelijk voor de binding zorgen. Dan de werkplaats. Heel simpel. Wat wij doen, we hebben die verschillende sferen. En we halen die mensen uit die verschillende sferen, die verschillende bubbels, halen we bij elkaar. Dat noemen wij een werkplaats. En we richten ons op een klein, lokaal en concreet vraagstuk. Dus we halen er niet de hele wereld bij. Klein, lokaal en concreet. Volgens mij zit het ook een beetje in het verhaal van Kajtja. Van, we kunnen niet te veel in één keer bevatten. Maar het mooie is dat als je het klein, lokaal en concreet houdt, komt die verbinding met de omgeving, die komt vanzelf. En we werken narratief. Nou ja, dat verhalend. En dat is voor heel sommige mensen moeilijk. Hè, maar als je naar buiten gaat en je vertelt elkaar daar de verhalen, ja, dan is het heel goed te begrijpen voor elkaar. En dan zie je ook dat de mensen die in de praktijk opereren vaak meer te vertellen hebben dan iemand die alleen de abstracties van een vraagstuk kent. Want in de werkelijkheid, door een wandeling te maken door het gebied, dan ga je het begrijpen. En het is ook ontzettend leerzaam om met een boer, gewoon en een edelmanboer, in het veld te trekken. En dan te kijken van wat is het organisch vocht gehaald en dergelijke. Nou, dat zijn de... En dan het laatste punt, en daar werken we met name de laatste tijd aan, want we hebben een gigantische complexe opgave. Je ziet het ook overal aangeplakt, hè? Of alle nota's, complex, complex, complex. Dan hoef ik niet eens te zeggen, dat staat allemaal in die nota's. Wat is dan een methode om te werken? Nou, niet door hele grote gebieden te nemen, een integraal te beschouwen tot aan het laatste achtertuin. Nee, toch wel heel duidelijk twee schalen opknippen. En dat is het verschil tussen integraal en geïntegreerd. En bij integraal werken, daar hang je als het ware met een ruimteschip. Dus je bent een toeschouwer, geen deelnemer, boven een groot gebied. Hè, en je stelt vragen als, wat zijn de beleidsopgaven? Wat kunnen wij doen tot aan 2050? Welke prioriteiten stellen we? Hè, financieringstromen zijn van belang. Nou, dat zijn de vragen die zijn van belang voor een integrale beschouwing. En het grappige is, we hebben ooit wel bij de totstandkoming van de vierde nota waterhuishouding het onderscheid gemaakt tussen integraal en geïntegreerd. Hebben we verlaten. We hebben toen gezegd van eigenlijk moeten we praten over geïntegreerd waterbeheer. Bij geïntegreerd waterbeheer sta je met beide voeten op de grond en ben je een deelnemer. En je kijkt in een relatief kleine cirkel om je heen. En je vraagt, wat zijn de lokale verhalen? Want mijn stelling is, zonder die verhalen kom je er überhaupt niet. Als je die verhalen niet weet, dan ben je een ingreep in het landschap aan het doen, zonder dat je beseft wat voor littekens je gaat achterlaten. Welke initiatieven zijn er al? Welke waarden? Dan ga je dat woord uit de omgevingswet, waarden, ga je invullen, in plaats van aan normen voldoen. En hoe kunnen we op praktische wijze knelpunten oplossen? Nou, en dan ontstaan die verbindingen, die staan uit zichzelf. Hè, dit is een hele simpele actorenanalyse. Maar hier zie je dat in een geïntegreerd proces, er zijn met name bewoners en bedrijven die het voortouw nemen. En in een integraal proces zijn met name de overheden. En dat spel op die twee niveaus, dat zul je uiteindelijk moeten leren. En op het moment dat dat gaat lukken, het grappige is dat we dit al in Nijmegen hebben gedaan eind jaren 90, alleen toen heel intuïtief, nu hebben we de theorie erbij. En door afwisselend te kijken, van dichtbij en veraf, als toeschouwer en als deelnemer, kun je die verbinding maken. En er staat een spanning. En die spanning, die moet je juist opzoeken. Niet als een kat om de hete brei omheen, maar die spanning heel scherp benoemen. He, ik maak wel eens een keer de vergelijking met een kunstschilder. Een kunstschilder, die zit zo nu en dan dicht op het doek allemaal details in te vullen. Even een paar stappen terug om het geheel te overzien. Nou, dat is de belangrijkste verantwoordelijkheid voor de overheid. Het geheel overzien, structuren, verrommeling tegengaan. Maar dichtbij hebben de bewoners het met name goed vertellen. Nou, dit is, ik benader nu het einde van mijn presentatie. Als het dan puur even gaat over bubbels, hè, dus even heel veel weglaten. Wat zijn dan de belangrijkste conclusies volgens mij?
Kom met mensen uit verschillende bubbels bij elkaar. Dus vraag niet mensen uit hun bubbel te komen. Kom met mensen bij elkaar. En dan in de praktijk, waar het gebeurt, dan gaat de abstractie eraf. Dat is zo belangrijk. Vertel elkaar verhalen. Dat heet dan formeel een narratieve werkwijze. Maar tel elkaar. En dat, als je daarin oefent, dan merk je ook dat je ook beter overkomt. En maak onderscheid tussen integraal en geïntegreerd. In mijn ogen is dat voor de grote opgave die we nu hebben, rond de energietransitie, rond klimaatverandering, noem maar op, is dit het meest cruciale. Nou, ik heb van deze presentatie ook een YouTube filmpje gemaakt. Als je zoekt op internet, op YouTube van Het is Complex, dan vind je wel mijn kanaal en mijn filmpje 35, daar staat dan deze lezing in iets kortere vorm. Bedankt. Govert, dankjewel. Ik zie dat er een vraag is vanuit de toeschouwers. Anita Koster heeft een vraag. Anita, zou jij in beeld kunnen komen en zou jij je vragen, Govert, kunnen stellen? En de techniek is volgens mij al heel hard bezig. Ja. Anita, welkom in de uitzending, in de show. Je bent nu live bijna te zien volgens mij, tenminste. Nog niet, denk ik. Ben ik te zien? Wij horen jou, wij zien jou nog niet. Ja, ik zie even, op dat scherm. Moet ik zelf iets doen? Of, Ik kijk even naar de techniek. Is Anita hoorbaar? Ja. Anita, dan zou ik haast stellen, laten we het gewoon auditief doen. Stel je vraag aan Govert. Ik merk in mijn werk dat ik, ik werk op verschillende vlakken, maar ook restauratie van museale en archeologische voorwerpen. Ik merk dat het soms heel moeilijk is om uitgelegd te krijgen aan zeg opdrachtgevers wat ik doe, wat er nodig is om een object stabiel te krijgen. Alsof mensen niet begrijpen hoeveel tijd iets kost. En soms probeer ik met een soort van stappenplan uit te leggen van gewoon er moet eerst dit en dat en dat en dat gebeuren. En mensen kunnen dat niet begrijpen, opdrachtgevers, zeg maar, omdat ze niet begrijpen, dat is de, wat je zei, de, even kijken, de ervaringskennis. Ze weten niet hoeveel tijd iets kost of hoe complex iets is. En het is heel lastig om dat dus uit te leggen, omdat juist de mensen in die andere bubbel, zeg maar, dat niet kunnen voelen of daar geen ervaring mee hebben. Ja, ja. Ja, diezelfde ervaring hebben wij natuurlijk ook. Want toen wij met werkplaatsen begonnen, daar was het, werd er zo voor 3 ton ergens een modelstudie neergelegd, want dat was bekend. En ja, zo'n werkplaatsje, dat kun je toch in een halve middag doen, weet je wel? Dat hadden er geen idee van. Ja. En daarom is het zo belangrijk om een verhaal te vertellen. Ik zou bijna zeggen, je moet het limbische systeem aanspreken. Ik zie weer naar Keitzau en dan, als ik iets beweer, dan zie ik er even knikken. Als je een verhaal vertelt als een verhaal, dan komt het veel meer binnen. Heb ik net begrepen, als je alleen het limbisch systeem aanspreekt, of het neocortex, dan blijft er weinig hangen. Dus het moet in balans zijn. Maar in een verhaal bouw je iets op. Ik heb ooit een keer een experiment gedaan, dat was over van de dijkwerkers, dat was een symposium, waarin iedere spreker werd gedwongen narratief te spreken. En er was een hoogleraar uit Wageningen en die had een ontzettend goed verhaal over de bedekking van dijken. Dat moet geen plat gras zijn, daar moeten allemaal kruiden in zitten met lange wortels. In zijn oorspronkelijke presentatie was het vrij wetenschappelijk en ook heel, heel goed. Alleen niet voor een publiek waarin ook mensen uit de praktijk zaten. Hij is begonnen in zijn verhaal en de zaal was stil. Hij zei, als ik nu over een dijk loop, wat zie ik dan? Dan zie ik strak gemaaid gras. En hij kwam daarbij in de belevingswereld van de dijkwerkers. En dus je moet eigenlijk weten, wie is mijn publiek
En wat is een interesse? En op het moment dat je het op die manier gaat vertellen, dan maak je in ieder geval een kans dat begrepen wordt waarom het eigenlijk zo'n grote inspanning is. Om zo'n werkplaats bijvoorbeeld te doen. Dat je er heel veel tijd voor hebt. Maar dat je ook heel veel tijd bespaart. Want men denkt dat een vergadering en een modelstudie dat dat effectief is en efficiënt. En dat dit soort dingen er maar een beetje bij hangen. Nou, ik kan me dat ook bij de archeologie ook heel goed voorstellen. Dat is van, nou kun je niet eventjes dat spulletje eruit halen uit de joden. Dan kunnen wij door met onze werkzaamheden, zoiets. Hè. Ik maak dat als in civiele projecten heel vaak mee. Oeh, pas op, een archeoloog. Hè, dat is het beeld al een beetje van, dat betekent vertraging. Of een bodemkundige, er zal er wel een bodemverontreiniging zitten. Dus bodem, ondergrond, archeologie, dat wordt allemaal geassocieerd met vertraging. Nou, dat moet er denk ik even uit door de andere, ja, door het plezier. Ik heb heel wat geleerd in het vorige uur. Door het ook voor hen een plezier. En dan komt dat begrip wat uit de omgeving, in de omgevingswet zo belangrijk is, waarden. En mensen hebben meer met waarden dan met normen. Vooral als die waarden betrekking hebben op zich, op hunzelf. Dus dat is kort door de bocht. Langer dan gewenst misschien het antwoord. Anita, ik zie jou klikken. Volgens mij herken jij dit wel, hè, geloof ik. Ja, dat klopt wel. Ja. Ik zie nog een vraag van Karen Sand. Maar die vraag is misschien wel interessant om ook zo meteen samen met Aisha te beantwoorden. Govert, ik heb nog één vraag aan jou. Jij zit al een tijdje in het vak. Vind jij dat we op dit moment beter met het doorbreken van bubbels omgaan dan pak een beetje 30 jaar geleden? Of is het toch een illusie die ik hier koester? Nou, ik ga even heel politiek antwoorden, ja en nee. Ik denk dat dat wij nu op een kantelpunt zitten om in het denken over complexiteit. En ik merk het namelijk als ik heb een sessie gedaan in Leiden met de jonge bodemprofessionals. Ik werd daar zo vrolijk van. Ik heb 2 weken geleden ook met de trainees aan de slag gegaan. Ik zie daar echt die verandering komen. En ook vanuit een hele positieve gedrevenheid. Dus ik denk dat wij nu op een kantelpunt zitten. In de afgelopen 20 jaar zijn we heel erg bezig geweest met reorganiseren. Ik had een collega in Brabant die zei altijd, als hij zich voorstelde en die vroeg, nou, ik ben die en die, bij welke reorganisatie werk jij? Dus er is zoveel focus geweest op organisatie. En de slag die we nu moeten maken is van organisatie naar organiseren. Van zelfstandige naamwoorden naar werkwoorden. En die boodschap die wordt bij heel veel mensen gevoeld. En nu in die oorlog komt de drang van, nou moeten we toch wel haast maken met die energietransitie. Nou, dat is een hele, hele spannende. Ik heb al stiekem naar die vraag gekeken. Maar de beste versnelling is vertraging. Door met z'n allen de tijd te nemen om over dingen na te denken. Ik heb van een andere, iemand anders gehoord, als je haast hebt, maak je myeline aan in je hoofd. En die blokkeert alle creativiteit. Dus neem de tijd voor het gesprek. Wij hebben hele sessies gedaan bij ons in het voorhuis van de boerderij. Je ziet niks, je hoort niets. Het enige wat je doet is een hele dag tijd maken van elkaar. En ik denk dat je in die ene dag een week vergaderen hebt uitgespaard. Dat weet ik wel zeker. En het is nog heel prettig ook, want op het moment dat je de rust neemt, ga je ook lekkerder eten. Ga je afloop een wijntje drinken. Je hebt gewoon een heel plezier. Dan zit je in het limbische systeem. Het is gewoon heel plezierig. En nou moet het allemaal snel, 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 snel. Als we dat uit ons systeem krijgen, dus door te vertragen, ga je sneller. Als je dat weet, door de tijd te nemen, door je hele bewustzijn mee te nemen, dan kun je vooruitgang boeken. En dat doen wij in principe in de werkplaats. Duidelijk. Aisha, ik zou zeggen, kom erbij. Dan gaan we, als het goed is, nog een aantal vragen vanuit het publiek behandelen. En de eerste vraag, wat mij betreft, van Karen Sand. Karen, ik weet niet of jij in beeld kunt komen om kort even jouw vraag, om die toe te lichten. Is dat mogelijk, mensen? Vast wel, hè? Ik ben er. Goed zo. Ik weet niet of jullie mij horen of zien. Ja, wij horen jou al. Hi. Hoi. Hoi. Ja, dankjewel, David. Ja, het is al ook in de chat al geschreven. Het klinkt alsof je hier heel veel tijd voor nodig hebt. En dat heeft Govert ook al een aantal keren inderdaad toegelicht.
willen we niet te snel met z'n allen? Dat gevoel bekruipt mij eigenlijk. Dat lijstje van die 5 problemen stond. Snel gaan niet eens bij als probleem, maar is dat, ja, is dat misschien een overkoepelend iets? Ik wil gewoon graag jullie ideeën daarover horen. Kunnen we ook iets, ja, wat levert het op als we meer tijd nemen? Artje, zullen we bij jou beginnen? Wat levert het op als we meer tijd nemen, slash willen we niet te snel met elkaar? Ik hoorde Govert iets zeggen net. Ik heb het zelfs opgeschreven. De beste versnelling is vertraging, zei je. En dat klopt. Het brein kan, zoals ik ook eerder zei, we kunnen niet heel veel dingen tegelijk begrijpen en in ons bewustzijn houden. Dus alles moet eenvoudig. En het gaat ook met verandering van gedrag. En hier gaat het ook om verandering van misschien cultuur en ook verandering van communicatie. Dat gaat niet allemaal in één keer. Als we ons gedrag echt persoonlijk willen veranderen, dan wat wel werkt is 1% verandering. Dat is duurzaam. Als we 10 dingen tegelijk doen en het is niet duurzaam en nadat we even geen zin hebben, vallen we altijd terug op onze oude patronen. Als het te zwaar is, als het moeite kost, niet plezierig is of als we ons even niet veilig voelen omdat we iets niet begrijpen, dan gaan we altijd doen zoals we vroeger deden. Dus het moet altijd klein, kleine stapjes. Dus absoluut de tijd nemen, anders is het niet duurzaam. Ja, en daar kan ik dus aan, hè, want in de werkplaats richt op klein, lokaal en concreet. En mensen denken dan van ja, maar de wereld is veel groter, dus alles is met elkaar verbonden. Dus je hoeft niet alles met elkaar te verbinden, het is verbonden als je maar je aandacht richt op de praktijk. En in die praktijk, door daar dingen te veranderen, en wij noemen dat het holografische effect, omdat alles met elkaar verbonden is en je als mens ook communiceert met elkaar, is een klein lokaal en concreet vraagstuk oplossen eigenlijk het oplossen van het geheel. He, het grote geheel weerspiegelt zich in het kleine en het kleine weerspiegelt zich in het grote geheel. Dat is de essentie van complexiteit. En we zeggen ook, als je de tijd neemt om 10 doelen in samenhang te beschouwen, rustig, dan is dat eenvoudiger dan 5 doelen los van elkaar. Dat is dankzij dat holografische aspect. Dus je wint er heel veel door het in samenhang op je gemak te doen en elkaar ja, de tijd te nemen voor elkaar. Ja. Duidelijk. Karen, heb ik nog wel een vraag aan jou eigenlijk, want ja, jij werkt binnen een organisatie, jij werkt voor opdrachtgevers. Wordt dat binnen de organisatie en de opdrachtgevers herkend wat hier geschetst wordt, of is het toch nog een beetje een ver van een bedshow? Ik denk dat op persoonsniveau iedereen dit wel herkent. Dat je ergens een keer de tijd voor neemt, dat het dan inderdaad veel oplevert, maar we vergeten heel snel in de waan van de dag. En ook als het om tijd is geld gaat, dan heb je natuurlijk ook weer een heel andere issue. Vaak, ja. Dus ik denk dat het op persoonlijk niveau, als je er eventjes over nadenkt, wel herkend wordt. Maar vaak in de waan van de dag, mensen toch gewoon snel door willen. Dus dan is het ook wel belangrijk dat je dit verhaal goed kan uitleggen aan opdrachtgevers. Of aan mensen waarmee je samenwerkt, waarom het belangrijk is in de tijd opnemen. Kaan, ik vind het wel interessant, hè? Want jij triggert me wat je zegt door van ja, persoonlijk zie ik het dan, maar het is dan toch lastig om dat in te bedden in een groter geheel. Kijk ik even naar de mensen die daar verstand van hebben. Herkennen jullie dat? Hoe zou je daarmee om kunnen gaan met dit soort zaken, Govert? Nou ja, ik heb het op vaak, ja, wat ik daarnet ook zei, die narrativiteit is zo belangrijk. He, want je moet echt bij elkaar. En als we daar de tijd niet voor nemen, dan ben je eigenlijk verloren. Soms had ik ook het idee, he, van nou, ik heb nou zo vaak zo'n procesje gedaan, ik kan wel een paar stappen overslaan. Nee, je moet echt elke keer van begin af aan nieuwe mensen meenemen in dit verhaal. Of meenemen. Ze nemen jou mee, he, dat in hun verhaal. En ik voeg mijn verhaal daaraan toe. Maar ik moet wel eerst hun verhaal weten. Nou, en als daar de tijd niet voor is, offertes moeten vaak en Europese standaarden voldoen en moet allemaal op papier worden aangeleverd, alleen maar expliciete kennis. Kun je het eventjes in 20 minuten toelichten, hè, jouw verhaal? Nou, eigenlijk pas ik voor dat soort structuren. Je bouwt een opdracht op basis van ervaring met elkaar.
En als ik terugkijk, dan heb ik een paar hele trouwe opdrachtgevers altijd gehad. Hè. Er zat een bij het ministerie, Paul Berends. Nou, daar krijg je elke keer weer nieuwe opdrachten van, want je bouwt een relatie op. Nou, die relatie die denk ik vroeger bij adviesbureaus en opdrachtgevers sterker was, ik denk dat die nu wel weer aan het terugkomen is. Ook in de cultuur van goed opdrachtgeverschap. Dus die verandering, ik denk dat we nu op de wip zitten. Dat men toch wel een beetje genoeg heeft van dat alles maar tangible moet zijn. Adja, herken je dat? Ik wilde iets toevoegen, want je maakt een heel mooi onderscheid in jouw lezing tussen expliciet kennis en impliciet kennis. Ik wil daar wat aan toevoegen, want dat komt heel goed overeen op het verhaal van het brein. Ons vermogen, onze capaciteit om expliciete kennis te verwerken is 200.000 keer kleiner dan onze capaciteit om impliciet kennis te verwerken. 200.000 keer kleiner. Dus we overschatten het belang van toelichting en vergadering, zoals jij dat zei. Dat is verantwoordelijk voor een deeltje van wat wij kunnen begrijpen. Dus we krijgen en horen de informatie tijdens een vergadering, maar we begrijpen elkaar bij de koffiemachine in de pauze. Ja. En in die 3 minuten voor de vergadering en dat 10 minuten als je blijft hangen. Dus dat impliciet, dat is wat ik ook bedoelde met, je kunt wel je bewustzijn aanspreken met je 60 bits. Of je kunt, om te veranderen, moet je je onbewuste veranderen. En dat is alleen maar gedaan met impliciet kennis aanspreken. En dat is met informele activiteiten, niet alleen formele samenkomst, maar ook genoeg plekken en ruimte creëren voor communicatie, wat niet alleen gericht is op informatiewisseling, maar persoonlijk contact. Adja, volgens mij, de Italianen hebben er een mooi woord voor, dat heet sprezzatura, dat is schijnbare achteloosheid. En dat haakt aan volgens mij op die impliciete vaardigheden die je hebt. Maar goed, dat even geheel terzijde. Karen, is hiermee jouw vraag, je opmerking voldoende behandeld? Ik denk het wel, hè? Ja, mooi. We hebben nog een Karen. Karen Abelskamp. Karen, zou jij even in de sessie willen / kunnen komen? Welkom. Goedemorgen allemaal. Hi. Hi. Je bent in beeld en te horen. Ja. Nou, ik was vooral in de chat even aan het reageren op het een en ander wat ik voorbij zag komen. En dat was vooral reactie op wat Anita Koster net ter sprake bracht. Hè? Dus dat het vaak in overleg met andere partijen die in hun eigen bubbel zitten lastig is om af te stemmen. Dat je eigen werk meer tijd inneemt dan dat zij op voorhand beseffen. En ik reageerde daarop door een vergelijking te maken met het archeologisch fondsmateriaal waarmee wij werken. Ik zit een beetje in dezelfde business als Anita zit. Als je dan met een andere partij gaat overleggen die bijvoorbeeld een fondscomplex moet deponeren en een aantal van die archeologische objecten liggen nog bij mij in het atelier en die zijn nog niet klaar om overgedragen te worden, dat ik dan vertel van ja, ze hebben honderden, duizenden jaren onder de grond of in het water gelegen. En wat daarmee is gebeurd, is dus, heeft ook tijd gekost. En het kost dus ook tijd om die processen weer zo te krijgen en te stabiliseren dat een vondst voor langere tijd bewaard kan worden. En ja, dat wil nog wel eens helpen, die vergelijking. Dus vandaar dat ik dat even in de chat erbij gaf. Het is wel zo dat dat proces, dat kost maanden, soms wel een jaar of langer, dat nog wel eens kan conflicteren met de andere processen die waar andere partijen mee te maken hebben. Daarin is eigenlijk een samenwerking, een overleg, een tijdige communicatie in een zo vroeg mogelijk stadium essentieel. Daarom denk ik ook niet dat ik wil zeggen van nou, je moet bepaalde processen vertragen, maar je moet elkaar op de hoogte stellen van dat
bepaalde processen meer tijd kosten dan een ander op voorhand denkt. En dat probeer ik op deze manier, zeg maar, in mijn eigen vakgebied met anderen op deze manier aan te kaarten. Karen, ik zie Aytje en Govert ja knikken. Aytje, wellicht kort even reflectie hierop. Nou, wat ik hier hoor is zoveel mogelijk in beeld brengen. En niet alleen in spreadsheets laten zien, maar ook de beleving en die ander echt dat beeld. Wat Govert zei, volgens mij heb jij hier iets meer... Ik herken wat in jouw verhaal wat je zei. Ik merk elke keer dat er meer verzet komt tegen het hele begrip time is money. En het zit zo erg in die Anglo-Saxische managementcultuur. Dat was vroeger niet zo. Wij leefden ook voor, dat noemden we de kairologische tijd. De tijd van het juiste moment. De tijd voor elkaar nemen. Je hebt nou niet voor niks een slow food. Slow cities. Dat zijn allemaal ontwikkelingen die boren het verlangen aan om met de tijd op een andere manier om te gaan. Dus als we nu met z'n allen afspreken, we gaan niet meer volgens de kloktijd, maar volgens de kairologische tijd. De tijd van het juiste moment met elkaar. Als je daar afspraken over kunt maken, in ieder geval ter discussie brengt, waar zit een pijnpunt? En een van de dingen die ik heb geleerd, als er een pijnpunt zit, moet je die bespreekbaar maken. En dit conflict tussen chronologische tijd en de kairologische tijd is erg aanwezig in onze professionele wereld. En ja, dan kun je het beter eventjes ter discussie stellen en dan ook het gesprek over gaan. En dan merk ik dat er ook bij opdrachtgevers heel duidelijk herkenning is en dat je dan op een ander gespreksniveau komt. Ja. Ja, Kaan, wij zien jou knikken. De rest van het publiek volgens mij niet, maar dat mag de pret niet drukken. Volgens mij voldoende reflectie op jouw opmerking, hè? Volgens mij. Nou, dankjewel. Ja. Prima. Zou ik daar een tip over graag geven? Graag zelfs. Dus je stimuleert en inspireert ook mij om nieuwe dingen te bedenken. Als we over iets niet eens zijn en we willen de ander iets laten zien wat wij zo evident zien... Dan helpt het om niet alleen over dat onderwerp te praten, maar over ook andere dingen waarmee je ook misschien gemeenschappelijkheden en totaal andere onderwerpen helpt het om elkaar ook het begrip en ruimte te gunnen om ook elkaar te begrijpen. Dus als ik wil dat die ander begrijpt hoe lang iets duurt, dan moet ik het misschien hebben over wat ik gisteravond voor, of mijn hobby's over koken. En als je daarover praat, Dan heb je op een ander niveau verbinding. En je bent ook daardoor meer open om te horen wat de ander echt zegt en te begrijpen. Dus over andere onderwerpen ook hebben. Slow food. Slow food, ja. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Mooi. Mensen, ik stel voor dat wij naar het volgende en alweer het laatste onderdeel gaan. En dat is de ronde tafel discussie. Wat mij betreft, Aytje en Govert, blijf vooral staan. Ik vind het wel leuk voor de interactie. En ik zou graag Marissa en Jos erbij uit willen nodigen. En dan ga ik ondertussen even deze tafel. Gaat het goed? Ja, volgens mij flikkert het al wel. Gaat goed. Ik ben de enige met water. Gaat goed. Kom erbij. Ik zou zeggen, ga daar staan. Welkom Marissa, welkom Jos. Dankjewel. Marissa, ik begin bij jou. Je werkt bij Touw, Jong Bodem. Ja. Wat vond jij van de bodembubbel toen jij vanuit je opleiding ging werken? Heel anders dan verwacht. Allereerst bedankt dat ik hier mag zijn. Leuk. ik denk een van de kenmerkendste verschillen die je kan aanreiken is dat je tijdens de opleiding aardwetenschappen begin je met niet één, niet twee, maar misschien wel 6 weken veldwerk. En dan ga je met je mooie boor onderweg en dan doe jij bodemonderzoek. En denk je nou... Ik weet wat het is. Ik doe bodemonderzoek. En dan vervolgens dan kom je in het bodemwerkveld. En dan kom je met de veldwerker en die zeggen... Ja, ik heb bodemveldwerker onderzoek uitgevoerd in Italië. Bij een boomgaard. En dan moest ik zo mijn aarde in mijn mond. En dan moest ik zo langs mijn tong. En hij kijkt textuurproeven. En hij kijkt me aan en hij zegt... Nou, dat doen we helemaal niet in het werkveld bodem. En ik dacht... Nou... Waarom heb ik deze opleiding dan gevolgd? Dus dat was een van de eerste echte momenten dat ik dacht van... Goh, er zit toch echt wel een verschil tussen mijn academische bubbel... en vervolgens het werkveld met bodemonderzoek. Ja. Duidelijk. Ja.
Jos, even de overstap naar jou. Jos Bazemans, ja. RCE. Jos, heb jij die academische bubbel ooit verlaten eigenlijk? Dat is een interessante vraag. Ja. Nou, ik vond het ook mijn dank om hier te mogen spreken. Ook dank aan de twee presentatoren. Ik ben echt uitgedaagd door jullie verhalen. Ik hoop ook nog even terug te komen op een aantal dingen die jullie gezegd hebben. Toen ik de uitnodiging kreeg om hier aan deel te nemen, toen werd ik eigenlijk met die academische bubbel geconfronteerd. Ik voel me er ook nog steeds deel van, maar ik werd daarmee geconfronteerd omdat op dat moment de serie Verhaal van Nederland net begonnen was. Het is een mooie, natuurlijk een mooie link ook met, met jouw presentatie. Het Verhaal van Nederland, 10 delen over onze geschiedenis. En dat is een op primetime met volgens mij tot op dit moment hele hoge kijkersaantallen richting de 2 miljoen. En ik zou het heel leuk vinden om de mensen te bevragen hier, maar dat is niet mogelijk, om te kijken van wie kijkt hier en wat is hier de waardering. Ik weet niet, wat is jullie waardering? Voor de... Ja, ik vind het heel erg boeiend. Ja, ik heb ze wel allemaal opgenomen, want het komt steeds op ongelegen moment. Ja. Maar ik vind het echt een prachtige serie, want het is heel beeldend. Ja. En het verklaart ook heel veel, hè, van hoe komt het, zit er nou met die taal en hoe zit het nou met die muntjes. Er komen steeds van die goudzoekers bij ons op het land. En Maar nou is het heel interessant, Govert, om je dan te confronteren met de social media van de professionele archeologen. Want die bekeken het allemaal heel kritisch. Van dit klopt niet, dat klopt niet, dat moet toch anders. Ja. Wat is nou de ondertoon van het programma? Is dat nou, onderbouwt dat onze nationale identiteit? Is het misschien zelfs nationalistisch? Welk verhaal wordt dat verteld in termen van diepe wortels? Van, is dat nou van ons of is dat veel diverser? Dus er waren hele kritische kluiden. En toen dacht ik van ja, als je het over een bubbel hebt, Dan kan ik er wel eentje aanwijzen. En dat is natuurlijk die academische bubbel. Dus ik herken hem. Ik herken hem wel. Tegelijkertijd, dat vind ik eigenlijk ook wel een vraag richting Govert. Dat is dat... ik heb natuurlijk ook vaak lesgegeven. En een van de dingen die ik mijn studenten altijd voorhield was... wetenschappelijk werk, dat is ook gebaseerd op het onderscheid tussen wat is en wat behoort te zijn. He, je hoort als wetenschapper je oordeel uit te stellen. Dat zit natuurlijk wel op dat echte cognitieve niveau. Als het gaat over die verhalen, zou mijn vraag zijn, je moet op een gegeven moment ook wel, niet ieder verhaal is een goed verhaal. Wat zijn je criteria voor een goed verhaal? Hè? Dus op dit moment hebben we natuurlijk te maken met de crisis in de Oekraïne. Poetin heeft ook een verhaal verteld over waarom die daar binnen is gevallen. Hè? Dat is ook een verhaal, maar dat is een slecht verhaal. Het is een niet acceptabel verhaal. Nou ja, het heeft wel zijn uitwerking op een bepaalde manier. Ja. Maar hij vertelt dingen die gewoon niet overeenkomen met een waarnemingen die je relatief eenvoudig kunt doen. Hij liegt gewoon. Ja. Godfried Boman zei het heel subtiel. De waarheid wint aan waarde op het moment dat het een leugentje wordt. Dus je zoekt de randjes van de waarheid op. En dat is die nieuwsgierigheid. Ja. En ik denk, in de academische wereld probeer je juist vragen te stellen van wat gebeurt hier en wat is hier aan de hand. En dan ga je heel methodisch aan de slag. Maar om dat in een verhaal uit te drukken, ik merk dat voor heel veel wetenschappers dit heel erg lastig is. Maar als ik kijk naar mijn eigen opleiding, had professor Fruit, die vertelde de verhalen. Yeah. Waar de hele zaal vol mee zat, hè. Die was narratief bezig. En dan had hij het over differentiaalvergelijking. Nou, ik vind dat zo knap. Ja. Dus om die brug te slaan met die narratieve wereld, om het daadwerkelijk over te brengen. Nou, dat is oefening, 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 oefening. Ja. Maar ik ontdekte voor mezelf toen ik colleges gaf ik had geen tijd om het voor te bereiden. Dus ik kom nog net uit de vergadering en hebben dat we dan besproken. Ja, dus. En dan waren ze veel geboeider. Dus dan ontdek je wel het verschil. Ja.
net een toevoeging. Je zei, ja, wat is een goed verhaal, wat is een slecht verhaal? Yes. Slechte verhalen vertellen ook iets. En ja. Wat jij net zegt, ja, dat komt dan ook impliciet binnen. Dat iemand probeert een goed verhaal van te maken. We hebben daar een radar voor. Uh-huh. Dat is ook in onze perceptie. Dus dan heb ik ook een onbewuste waarneming over hoe jij een slecht verhaal probeert te vertellen. Ja. Nu hebben we ook een oordeel over Poetin, omdat hij allemaal leugens verspreidt. Dus we kunnen de filter van het vertellen van verhalen niet zetten, maar daarop vertrouwen dat wij daar zelf op kunnen rekenen, dat wij een gevoel en een radar voor hebben. Marissa, werden er bij jou goede verhalen verteld in je opleiding? Zeker, ja, het verhaal van Nederland, hè? De plaatjes die werden laten zien in die aflevering. Het gaat gewoon over hoe het ontstaan van Nederland. En het verhaal van wat de bodem kan vertellen daarover. En dat vind ik heel bijzonder. Ja, zeker. Het fijne is ook, Jos, dat mijn kinderen, die zijn 6, 8 en 10 jaar oud, die snapten nooit wat papa deed. En nu snappen ze een klein beetje wat ik doe. Ja. Want vroeger dachten ze nooit dat ik werkte. Dus dat scheelt dan weer. Ja. Mensen, rond de tafel sessie. Het idee is om dat aan de hand van een aantal stellingen te doen, Marissa en Jos, die jullie voorbereid hebben. Nou, we waren al lekker bezig eigenlijk zonder stellingen, maar ik zou jullie stellingen toch graag recht willen doen. Marissa, ik begin bij jou. Ik zou zeggen, pak je eerste stelling, licht hem toe. En op basis daarvan zal ik even het rondje maken. Hè? Want jullie weten van niks. We doen het spontaan. Het rondje maken, exact. En op het moment dat er dan ook nog reactie, reflectie vanuit het publiek komt, dan kunnen we dat wellicht erbij betrekken. Okay. Marissa, ik zou zeggen, begin lekker bij je eerste stelling. Ja, mijn eerste stelling gaat over de academische bubbel. We hebben net al een klein beetje aangeraakt. En ik wilde graag vragen aan de mensen of ze vinden dat de academische wereld goed aansluit bij de bodem- en ondergrondwereld die we daadwerkelijk in de praktijk ervaren. Oh. Aansluitend op mijn ervaring natuurlijk die ik had met toen ik net eindigde. Ja, precies. En jouw stelling is eigenlijk, hij sluit niet zo goed aan, als ik het even vrij vertaal. Ik vond wel dat er wat praktische dingetjes misten. Oh. Ja. Oh. Jos, ik zie jou knikken. Ja, ik denk dat, ik herken het heel goed wat je zegt. Ik denk dat dat ook echt in de archeologie een van de meest wezenlijke problemen is. Maar wat daar een heel, wat daar echt een issue is, dat is dat de dynamiek van de academische wereld is door de veranderingen in de laatste 20, 30 jaar echt een hele andere geworden. Die heel slecht, die niet compatibel is met de wensen uit het beroepenveld strikt in Nederland. Ik kan me nog herinneren dat ik in begin jaren 80 ben gaan studeren en gewoon de populatie was gewoon helemaal Nederlands. En de oriëntatie was op Nederland in zijn Noordwest-Europese context. Maar als je nu gaat kijken naar het onderwijs, het is volledig geglobaliseerd, hè, met 40, 50, 60% aan buitenlandse studenten. Je moet ook naar het motto kijken, bijvoorbeeld van de Leidse Universiteit. Hè. Dat is dat je in Leiden de wereld leert kennen. Die wetenschappers en het onderwijs worden daarop afgerekend en niet op het afleveren van mensen die in de Nederlandse archeologische beroepenpraktijk werkzaam moeten zijn. Dat gebeurt natuurlijk in Groningen wat meer dan in Leiden en natuurlijk op het HBO in Zwolle ook weer wat meer dan aan de universiteit. Maar we hebben natuurlijk een afspraak in de Nederlandse archeologie dat actoren eigenlijk een academische opleiding moeten hebben. Dus ik herken je stelling helemaal. Alleen de oplossing ligt voor mij nog niet voor het oprapen, omdat die dynamieken zo verschillend zijn. Duidelijk. Govert, herken jij de stelling ook van Marissa? Ja, ik heb ook altijd met één been in de academische wereld gezeten. De ervaring die mij het meest bijblijft is, ik heb een proefschrift geschreven over complexiteit. Dat was, ik ben in 2002 daarop gepromoveerd, maar een hele lange praktijkervaring. En toen moest de commissie worden samengesteld. En het was in Twente, aan de Universiteit Twente. En een van mijn helden in Twente was Hans Achterhuis, filosoof. Oh ja. Ja.
En mijn promotor had Hans Achruis gevraagd, wil jij in mijn commissie, of in de commissie van Govert? Hij zei ja. Dus ik kreeg dat te horen. Ik deed een rondedansje en ik kwam in de kantine binnen. Hans Achterhuis wil in mijn commissie. Wie is dat? Wie is dat? Hij zegt, okay. Op 100 meter afstand heb je een van de beste techniekfilosofen. Ja. En ik vond dat zoiets apart. En je ontdekt dat ze wel met via de beelden met Sydney en met andere universiteiten wereldwijd over dezelfde dingen. Ze refereerden elkaars paper. De verbinding met de omgeving, die was er te weinig. En ik moet zeggen, er zijn ook hele mooie uitzonderingen op. Van mensen die dat wel doen en die wel die breedte zoeken en ook daadwerkelijk de praktijk. Het is geen algemeen beeld, maar ik was toen wel geschrokken. Ja. Geeft wel wat aan, hè? Artja, voor jou natuurlijk lastig om die vergelijking met bodem-ondergrond archeologie te maken. Maar los daarvan, zeker. Het is herkenbaar ook vanuit mijn vak. Die toepassing van wetenschap en is heel anders dan genereren van nieuw kennis. En vandaar dat er ook een onderscheid was. Ik heb ook gestudeerd bij Universiteit Leiden. Het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek is niet gericht om de toepassing makkelijker te maken. Zelfs niet gericht op het communiceren daarvan of leven makkelijker maken. Het is gericht op het genereren voor meer kennis, zodat we daar meer onderzoek naar kunnen doen. Dus dat is mijn ervaring. En ik zag ook, nadat ik afgestudeerd was, was er echt een kloof tussen boekenkennis en zelfs de onderzoeken die ik zelf had gemaakt, was niet te rijmen met wat er in de praktijk gebeurde. Zou ik niet in een praktijk kunnen zelfs echt een kloof. Ja. Dus die brug moet door een ander vak ingevuld worden. Ja. Lastig inderdaad, hè, wat ik zo hoor. Marisse, ik zie ook een aantal interessante reacties. Esther Alberts, zou jij wellicht even jouw reactie, hè, ik zie hem in de chat, kunnen toelichten, plenair? Dat moet wel kunnen, denk ik, hè? Ja, ik had twee reacties geplaatst. Enerzijds was het dat eigenlijk al een beetje besproken is daar straks door volgens mij Karen. Maar ja, hoe ga je nou om met de tijd is geld in het geval van opdrachtgever-opnemerschap en welke taken liggen erbij? En de andere ging meer in, zeg maar, op dit punt. Ook van onderwijs, er werd al recht wel opgenomen van, joh, er zit ook misschien een rol in een taak in bij scholen. Maar welke rol heeft een werkgever hierbij? Omdat mijn ervaring vooral is dat studenten, scholieren heel open en vrij breed georiënteerd aan een baan gaan beginnen. En vervolgens eigenlijk vastlopen in de bestaande en soms zelf constructieve structuren die er zijn. Volgens mij verliezen we daarmee juist potentie en vaardigheden die eigenlijk in die studenten al wel zit, door de structuren die we hebben met z'n allen. En Esther, misschien een gewetensvraag dan aan jou. Vind je dat de grootste opgave ligt bij de opleidingen of bij werkgevers? Beide. Ik denk als de aansluiting op elkaar, dan kan dat inhoudelijk gezien beter. Maar ik denk dat studenten en scholieren heel veel met zich meebrengen, maar dat die capaciteit niet altijd wordt gewaardeerd en zeker niet altijd wordt benut. Terwijl we die heel hard nodig hebben bij de veranderingen, denk ik, waar we eigenlijk wel naartoe willen. Okay. En daar ligt een rol voor de werkgever. Ja. Herkennen jullie dit beeld? Jos, herken jij dit? Ja, misschien moet ze maar eens zeggen. Ja, ik ben het bij jou. Ik herken het, ja. Ik heb soms zelf het gevoel dat je werkgever je opnieuw soms aan het opleiden is. Ja. Tot, en je ook inderdaad vormt, volgens mij was dat ook een beetje de opmerking, dat er een nieuw construct om je heen wordt gevormd van dit is eigenlijk hoe het echt is. En niet per se meer hoe we het tijdens je opleiding aangeleerd hebben. Ja, ik denk dat als ik daar ook op zou moeten reageren, dan zou ik zeggen vooral ook in het licht van de stelling van Marisse. Het structurele probleem tussen wat de academia beoogt, hè, zoals jij het ook beschrijft, en wat er gewenst is in het praktijkveld, dat ook echt bedrijven ook gewoon een verantwoordelijkheid hebben.
En ook een meerjarige verantwoordelijkheid om mensen gewoon goed op te leiden. Ik zie ook wel bedrijven die dat ook wel zien en ook wel doen. Maar ja, daar krijg je natuurlijk wel weer het probleem tussen productiviteit en niet-productiviteit en investeren in de toekomst. Ja. Dus ik begrijp dat probleem ook wel weer voor bedrijven in termen van kosten en ook in termen van tijd. Maar daar ligt volgens mij wel een verantwoordelijkheid. En ik vind dat in de archeologie, maar dat kan ook te maken hebben met de schaal van het werkveld, dat eigenlijk postdoctoraal onderwijs nog niet echt goed in de stijger staat. Dus daar vallen nog van meters te maken. Ja, maar ik weet niet of daar de markt groot genoeg voor is. Maar dat is een... Duidelijk. Mensen, ik zie nog een reactie van Erwin van der Klooster. Erwin, zou jij jouw reactie even toe willen lichten? Plenair. Als dat kan. Dat gaan we proberen. Ik ben te verstaan? Je bent voor ons te verstaan. Ah, dat is mooi. Ik ben zelf opgeleid in Wageningen als bodemkundige. Maar ik werk in de archeologie ook veel samen met collega's die in Utrecht zijn opgeleid. En ik merk dat we allemaal op dezelfde manier zijn opgeleid, bijvoorbeeld bij het beschrijven van textuur. Maar in de praktijk beschrijven we het in de archeologie, maar ook als ik naar rapporten van de milieukundig bodemonderzoek kijk, beschrijven we de textuur toch op een andere wijze, met andere klassen. En daar verbaas ik me altijd over, waarom we dat niet als één op dezelfde manier beschrijven. Dat is wellicht een vraag die we toch even, Jos, bij jou neer kunnen leggen vanuit de academische wereld. Blijkbaar is er ook nog wel per universiteit onderscheid, of zie ik dat verkeerd? Ja, ik ben geen bodemkundige, dus ik moet even voorzichtig zijn met het maken van opmerkingen op dit vlak. We hebben natuurlijk, en dat sluit eigenlijk ook bij mijn stelling aan, we hebben natuurlijk standaarden. En zeker ook als het gaat over boorbeschrijvingen. Maar ja, standaarden is maar een deel van het verhaal, want je moet het natuurlijk uiteindelijk gewoon op basis van praktijkervaring ook gewoon goed kunnen. In termen van wat je ziet, moet je ook goed kunnen herkennen. Dat, de impliciete kennis van COVID, volgens mij. Dat zit wel iets achter, ja. Maar toen ik bezig in het waterveld terechtkwam, misschien zeg ik precies verkeerd op, maar je hebt ontwateringsdiepte en drooglegging. In Delft is drooglegging dat de opwolling van de grondwaterstand ten opzichte van het maaiveld. De drooglegging in Wageningen was precies andersom. Dus wij leerden dan dat als je met de Wageningen spreekt, dan is de drooglegging dit. En als je met de Delftenaren spreekt, dan is het dat. Dus dat geeft al aan dat er toch niet altijd even goed wordt samengewerkt tussen verschillende universiteiten. Ja. Volgens mij een natuurlijke brug, Jos, naar jouw eerste stelling lijkt mij zo. Als je me niet vergeeft, begin ik met mijn twee. Mag ook. Ik heb ze net ook nog even gewaardeerd in termen van wat vind ik nou de belangrijkste. En ik heb ook even bij het formuleren van mijn stellingen ook even gekeken natuurlijk naar waar staat de SIKB voor. Hè? Wat doet de SIKB natuurlijk op? Wat is natuurlijk zijn belangrijkste werkveld? Wat zijn natuurlijk de belangrijkste producten die ook de SIKB maakt? Ook in het archeologisch domein. Maar ik heb mijn stelling zo geformuleerd dat die niet specifiek alleen maar voor de archeologie is. Mijn stelling is, vormen de vele richtlijnen en standaarden die we samen geformuleerd hebben eigenlijk niet een bubbel? In de zin van, ik kan me heel goed voorstellen, en zo heeft het natuurlijk ook in de archeologie gewerkt, hè, sinds 20, 30 jaar geleden, dat we ook als archeologie in het ruimtelijk domein ook serieus worden genomen doordat we geprofessionaliseerd zijn. En er horen richtlijnen en standaarden horen daarbij. Hè, zodat je ook gewoon afrekenbaar bent op de procedures en de dingen, hè, de formats die daarbij horen. Maar op dit moment zijn we dus bezig met de evaluatie van de erfgoedwet en ook van het archeologische deel. En er ligt net een advies van de Raad voor Cultuur. En dat advies van de Raad voor Cultuur die zegt eigenlijk als het gaat over de output van de Nederlandse archeologie, in termen van kwaliteit, dan is het glas half vol, half leeg. He, dat is echt, er ligt echt in de archeologie ligt echt een opgave als het gaat over het verbeteren van de kwaliteit van de output. En dan is mijn vraag, ga je dan nog steeds verder investeren in richtlijnen, standaarden, et cetera? Of moet je dan eigenlijk niet iets anders doen? Daar kom ik dus op dat punt van die bubbel. En ik heb natuurlijk stiekem zelf al
iets geformuleerd van wat ik denk van wat het moet zijn, maar ik liever aan het publiek en aan... Fair enough. Marissa, best een lastige stelling. Ik kan me voorstellen, herken jij dat binnen jouw eigen werkveld ook? Nou, waar ik meteen aan moest denken was, ik weet niet of jullie het plaatje kennen, maar je hebt zo'n plaatje van een olifant en dan staan er een soort van 6 mensen omheen. En er kijkt iemand naar de staart, kijkt iemand die kijkt naar een oor en die zegt, oh, dit is een deken of zo. En die kijkt hem naar de staart en zegt, dit is een touw. En iemand die kijkt naar de voeten en die zegt, dit zijn, weet ik veel, stampers of zo. En dan is het natuurlijk een olifant. Ja. En door te kijken vanuit al die normen en protocollen, zie je eigenlijk maar zo'n heel klein stukje van de olifant. Ja. Uiteindelijk gaat het over de bodem. Ja. En is dat, zeg maar, waar we naar moeten kijken en willen we dat behouden met alle waarden? Maar ik weet niet of je inderdaad, als je alleen de staart ervoor zorgt dat je denkt van nou, de chemische bodemkwaliteit is in ieder geval in orde. Onderhoud je dan een olifant in zijn waarde? Ja, dat zou ik niet zeggen, nee. Dat was waar ik aan dacht. Artje Goverde, wat benieuwd. Misschien, hè, wij zijn gewend, althans, wat ik eigenlijk proef in jouw stelling, Jos, is dat op het moment dat wij een systeemissue hebben, dat we dan technologisch operationeel gaan lopen sleutelen, hè, met bijvoorbeeld beoordelingsrichtlijnen, protocollen en verzin het allemaal maar. Herkennen jullie dat een beetje? En is dat de juiste wijze? Ja, goed, natuurlijk een inkoppel, die laatste. Toen ik bij Touw kwam werken in 1986, toen kwam die bodemwereld op, hè? Ja. En die werd meteen geprotocoliseerd. Ja. En er stond toen een dialoog over, want waterbeheer bestaat al, nou ja, vanaf het jaar 1000, hè, 11e eeuw, hadden we al waterschappen en dergelijke, zonder normen, alleen met vuistregels. En toen hebben we, ik kan me herinneren, we hebben die dialoog toegevoerd. En de algemene conclusie was, de waterwereld was leuker. Hè, eventjes om jouw limbische systemen weer even aan te halen. Ja, omdat je moest nadenken. En wij leerden van hele ervaren projectleiders. Want daar moesten we onze kennis vandaan halen. Later, in de derde nota waterhouding, is het ook geprotocoliseerd. Ja. Ook normen, ook structuren, ook protocollen. En het leuke van het werk is daar een deel van afgegaan. Ja. Dus we hebben nu wel gezegd van waar we vinden dat de protocollen geen toegevoegde waarde hebben aan ons werk, gaan we ze stiekem niet gebruiken. En dat is natuurlijk voor de bewijsbaarheid, voor een rechter, kun je dat niet doen. Een deel van je professionalisering hangt ermee samen. Maar je lol in het werk is te begrijpen wat er daadwerkelijk gebeurt. En dat is breder. Ja. En dat is jouw olifant. Ja, precies. Ja, gewoon, want ik denk ook, hè, dat helaas moet ik misschien wel zeggen, dat het leven de jure belangrijker geworden is dan het leven de more. Hè? Ja. En dat maakt iets zoals je met elkaar omgaat, volgens mij. Ja. Aisha, jij vindt er ook zonder twijfel iets van? Nou, ik heb er weinig aan toe te voegen. Ik moest denken aan een voorbeeld, heb ik het nog? Jij hebt het zo goed uitgelegd. Oh ja, dat soms heb je, natuurlijk had het ook over protocollen en regels. En dat is dus te verwerken met ons heel klein capaciteit van verwerking van ons bewustzijn. Maar dat impliciete. Het is het verschil tussen dat je een rapport leest van 40 pagina's. Ja. En dan leg je hem neer en de persoon eigenlijk zegt, ja, dit heb ik allemaal gelezen, maar waar gaat het over? Dat is het dus. Duidelijk. Ik wil er misschien nog een klein stukje aan toevoegen, want we hebben het nu heel erg over de Nederlandse bubbel met alle protocollen en normeringen. Maar er is ook een EU-bodemstrategie onlangs gelanceerd. Misschien is dat wel een nieuwe window of opportunity waarin wij onze hele protocollen in een ander daglicht, een ander perspectief gaan zetten. En misschien gaat er wel heel veel veranderen. Ik weet het niet. Ik denk dat je nou een paar mensen bij het SIKB wat onrustig maakt, Marissa. Maar op zich kan ook goed precies, zijn. Maar op zich, onderzoek alles behoudt het goede, hè, zou ik dan willen zeggen. Zeker, Marissa, jij had nog een tweede stelling. Ja, dat ging over bodemonderzoek. Wat ik interessant vind, dus ik sta hier met allemaal mensen die uit andere verschillende vakgebieden komen. En bodemonderzoek zien zij allemaal als op een andere manier. Dus ik vroeg me af, is de manier waarop we nu bodemonderzoek toereikend eigenlijk om iets te kunnen vertellen over de bodem? En wat denk je zelf? Ik denk dat we momenteel tegen heel veel limiteringen aanlopen en dat er heel veel ontwikkelingen zijn in het bodemwerkveld. Waaronder bijvoorbeeld het onderzoeken van bodembiodiversiteit. Dat is altijd een beetje een eng onderwerp. En ik denk dat dat wel
Ja, als je bijvoorbeeld als je aan een archeoloog vraagt van wat is bodemonderzoek, dan zal die een compleet ander antwoord geven dan als je aan een civiel techneut vraagt wat is bodemonderzoek. Ja. En ik denk dat het goed is om daar dichterbij naar elkaar toe te komen. Nou, we hebben een archeoloog en een civiel techneut aan tafel. Ja. Dus ja. Jongs, nou, ik kan het antwoord niet geven voor het bodemonderzoek. Daar ben ik gewoon strikt alleen maar een leek. Ik herken je probleem. Omdat namelijk in het onderzoek van ons verleden, hè, zoals dat opgeslagen is in ons bodemarchief. Feitelijk, als ik het even heel gechargeerd zeg, we doen eigenlijk het onderzoek op de manier zoals we dat 30, 40 jaar geleden ook deden. Ja. Omdat het dus inderdaad ook geprotocoliseerd is. En dat heeft ook te maken met het feit dat zeg maar, toen het systeem is ingericht en er toen eigenlijk bij de verstoorder, de initiatiefnemer, de verstoorder, eigenlijk gezegd is van ja, als je het op deze manier doet en daarvoor betaalt, dan ben je eigenlijk van die last, van die onderzoekslast af. Dus er is eigenlijk een gewoonte ontstaan van zo doen we archeologisch onderzoek. Maar ja, ik kijk even naar jouw vakgebied, wat er in jouw vakgebied in de laatste 20, 30 jaar gebeurd is. Ja, voor 1980 was de neurologische kennis van onze hersenen was niet heel en dit is volledig nieuw. Maar zo is het in de archeologie ook. We hebben een enorme ontwikkeling van DNA-onderzoek. In combinatie met isotopenonderzoek, met een enorme prijsverlaging van dateringsonderzoek. En als je die drie dingen bij elkaar neemt, dan heb je een waaier aan nieuwe mogelijkheden. Maar die horen niet tot de gangbare. Die dus protocollen hobbelen daar een beetje achteraan, nou, als het ware. Die protocollen hobbelen daar helemaal niet achteraan. Het wordt helemaal niet gezien als een verantwoordelijkheid om te pakken. Om dat ook bij die verstoorde neer te leggen. Dus dat is, ja, en dat gaat natuurlijk, ik chargeer, hè, want het gebeurt natuurlijk op af en toe wel, maar het is echt heel moeilijk om innovatie bij die ambachtelijke, ik noem het bijna echt een ambachtelijke praktijk van de archeologie te brengen. En dat is misschien dan vergelijkbaar met het verhaal wat jij vertelt. Ja. Ja. Ja, ik heb zelf bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar aardkundige waarden. Mm-hmm. En hoe je daar nou bodemonderzoek naar doet, dat is ook een lastig verhaal. Ja. Zeker als je het vergelijkt met gewoon normaal milieuhygiënisch bodemonderzoek. Duidelijk. Goed, ik zie jou knikken. Je herkent het vanuit je civiele. je maakt soms de gekste dingen mee, vind ik. Wij hadden het over een dijk. En dan heb je mensen uit verschillende vakgebieden. Want je haalt mensen uit verschillende sferen bij elkaar. Hè, verschillende. En neem iemand die grondmechanica heeft gedaan, in Delft dan, hè? Ja. En iemand die geohydrologie heeft gedaan in Wageningen. Ze hebben het allebei over water dat de korreltje stroomt. Ze snappen elkaar niet. En dat was voor mij een enorme verbazing. Dus je praat over hetzelfde, maar je praat over totaal iets anders. Ja. Nou, en ik denk dat daar moet echt iets aan gedaan worden. En dat lost zich op. Als je met z'n allen het veld in gaat. En je gaat wel die verhalen vertellen. Want dat merk ik van, de geohydroloog kijkt heel anders naar water dat stroomt. Meer vanuit de geschiedenis en ook vanuit KD-waarden. Hè? Ja. En de grondmechanicus, die kijkt met name naar C-factoren en hele andere factoren. En, die zijn en als ze met elkaar in dialoog gaan, dan vind ik het wel leuk. Dan leer ik opeens ook een heleboel, want dat is sowieso leuk als je leert van andere vakgebieden. Maar het feit dat die mensen die met exact dezelfde bezig zijn, niet met elkaar kunnen communiceren. Nou, dan denk ik, daar kunnen we heel veel voortgang maken. En ook openheid. Artje, en volgens mij jouw onderzoek ondersteunt volgens mij de zienswijze van Van Gover, toch? Of zie ik dat verkeerd? Ja, ik heb niks aan toe te voegen. Nee, precies. Ik zag nog wel een leuke van Jacco van der Gaag. Jacco, zou je eventjes nog in de sessie jouw opmerking toe kunnen lichten? Ook mijn video even aanzetten. Ja, laat ik zo zeggen, ik heb ook aan de groep, tenminste bij Touw, lang geleden gewerkt. En 16 jaar lang, en toen zijn we inderdaad in dat hele traject van het protocoliseren terechtgekomen. En het is mij altijd een gruwel gebleken, want jongens, ga nou eerst nadenken voordat je over protocollen gaat lopen studeren, van welk protocol hebben we nou weer nodig? Wat zijn nou eigenlijk de vragen en waar willen we antwoorden op hebben? Ja, en dat is iets wat gewoon
eigenlijk wat ik altijd ben blijven zeggen. En ook de jonge mensen nog steeds in meeneem. En daarom vind ik het wel grappig dat Govert al zei van... Ja, in de waterwereld zijn het toch de oude rotten die de jonkies allemaal moeten opleiden. En ja, ik voel die verantwoordelijkheid eigenlijk ook op die manier. Alleen, er worden daarin eigenlijk best wel veel tegengewerkt door die protocollen. Dat vind ik altijd lastig in dit verhaal. Want ja, de beoordelende instanties, die kijken eigenlijk alleen maar naar de protocollen. Want die weten het verhaal daarachter niet. En wat dat betreft vind ik het een hele leuke sessie zo. Dat het eigenlijk veel belangrijker is inderdaad om die verhalen te vertellen en met elkaar in gesprek te gaan. Maar wat wil ik nou eigenlijk weten? En waarom moet ik mijn onderzoek op deze manier inrichten? Dat is denk ik wel de uitdaging ook om het bodemvak spannend te houden. En niet te verzanden in al die vervelende AP04 protocollen en netprotocollen en dergelijke. En daar heeft natuurlijk het SKB ook een bepaalde rol in. En het, ja, een van de beperkingen ook door de protocol is dat we dus ook geen gebruik maken van allerlei nieuwe technieken die er zijn, want die moeten weer eerst gevalideerd worden. En ik heb er in mijn tijd met touw ook heel veel met name de non-destructieve technieken gewerkt en geprobeerd om die voor het voetlicht te krijgen. En als ik zie hoe weinig ze eigenlijk nog toegepast worden, dan vind ik dat toch jammer. En dat is wat mij toch wel een oproep, want vooral de nieuwe mensen die allemaal van de universiteit afkomen, die hebben heel veel kennis opgedaan met die nieuwe technieken, vaak heel gedetailleerd onderzoek gedaan. En in de praktijk kunnen ze zampen eigenlijk inzetten. Ja. Dus ik weet niet wat hier nog aan bevoegde gezagen ook bij deze sessie aanwezig zijn, maar bij deze de oproep. Het is om daar goed over na te denken, wat willen we nou weten en hoe kunnen we dat onderzoeken en laten we ook vooral gebruik maken van die nieuwe technieken. Jacob, wat mij nou deugd doet is, je hebt me 32 jaar geleden begeleid in Spanje. Precies. En je stelling is nog steeds dezelfde. Dat waardeer ik enorm. Ontzettend leuk. Dankjewel. Ja. Mensen, we moeten richting een afronding. Maar Jos, jij hebt volgens mij nog één stelling voorbereid. Wellicht dat we die kort eventjes kunnen... Dat was... Als ik uitgedaagd word, dan is mijn spontane reactie altijd om ook even het tegendeel te beweren. En dus zeg maar moeten we uit de bubbel. Als ik ook het domein van de archeologie plaats in zeg maar de domeinen die verenigd zijn in de SIKB, dan denk ik dat heel belangrijk is geweest in de volwassenwording van de Nederlandse archeologie. Daar had ik het net al over. Archeologie was vroeger echt iets wat echt helemaal apart stond van de ruimtelijke ontwikkeling. En sinds de Betuwlijn zijn we zeg maar meegegaan in alles wat te maken heeft met de ontwikkeling van Nederland. En dus daarin is dat heel belangrijk geweest. Maar ik zou nu eigenlijk ook durven beweren dat het eigenlijk heel goed is dat het archeologisch domein ook letterlijk een bubbel op zichzelf is. Omdat namelijk wat er op het spel staat in de archeologie... Dat is zeg maar kennisvorming over het verleden, het vertellen van die verhalen over de geschiedenis van wat nu Nederland heet. En niet de geschiedenis van de Nederlanders, zo zou ik het niet verenigen, maar de geschiedenis van ons grondgebied. Dat is waar het over gaat. En dat blijkt ook uit die evaluatie. We moeten eigenlijk toch weer naar die professionaliseringsslag via... die protocolisering en die standaardisering moeten we toch weer terug gemeenschappelijk met dat gesprek met die archeologen en met de samenleving. Nou, waar gaat het uiteindelijk weer om? En dat is wel dat verhaal over Nederland. Ja. Dus eigenlijk, Jos, zou ik zeggen, een bubbel is niet per definitie slecht. Nee, dat is ver voor de ontwikkeling van de cognitiewetenschap. We hebben me ook nog wel eens bezighouden met de oude filosofie, om het zo maar te zeggen. En ik heb toen altijd geleerd dat een vooroordeel, dat klinkt heel negatief, hè? Een vooroordeel, maar een vooroordeel is ook nodig om überhaupt... Wat Artja volgens mij ook gezegd heeft. Precies, een vooroordeel is überhaupt nodig om te kunnen leven. Duidelijk, hè? Duidelijk. Dus, kort even reflectie nog. Marissa. Waar ik dan meteen aan moet denken is het verschil tussen een generalistisch en een specialistisch inslag. Mm-hmm. Misschien dat als je niet meer in je bubbel zit, dat je dan niet de verdieping kunt leggen binnen je eigen werkveld. Ja. En dat er daarom misschien wel kennis verloren gaat, dat zou natuurlijk jammer zijn. Ja. En vanuit mijn opleiding vanuit Wageningen zeggen,
maak nou zoveel mogelijk van die T-specialisten. Dus wees een generalist, maar zoek ook de verdieping in de specialistische kant. Ja. En dan vervolgens kunnen alle T'tjes weer met elkaar communiceren. Dat is het ideale wereld. Ja. Het T-model. Het T-model. Het T-model. Govert. Ja, nou, kijk, dit raakt de complexiteitswetenschap. Ja. Dus ik ga het dus ook een beetje theoretisch beantwoorden. Waar zit de ontwikkeling? Daar waar paradoxen zich manifesteren. Mm. Hè, dus kom uit je bubbel en blijf alsjeblieft in je bubbel. Die zijn beide waar, hebben beide waarheid. En het punt is dat we de dialoog moeten organiseren op die paradoxen. He? Ga protocoliseren en doe dat vooral ook niet. Ze zijn allebei waar, ze werken tegen elkaar in, maar ze kunnen niet zonder elkaar. Dat zijn de punten waarin wij de vooruitgang zien. Dus dat doen wij ook in werkplaatsen. Wij noemen dat het moment van de moeite. Dan kom je op zo'n paradox en dan zie je de groep zie je terugvallen qua energieniveau. En dan zeggen, nu hebben we iets te pakken. En dan gaan we het benoemen als een paradox. En dan krijg je van, hoe gaan we met die paradox om? En dan maak je schaalsprong. Daar zit de innovatie. En dat is ook orde en chaos. Dus orde en chaos hebben elkaar nodig om uiteindelijk tot ontwikkeling te komen. Nou, ik vind het, hier zit die thee is ook een paradox. De theeparadox zou je kunnen noemen. De koffieparadox, die hebben we zo meteen, denk ik. Maar het is wel heel theoretisch, maar dit is wel het punt. En wij zijn als mens paradoxaal. Hè? We zijn continu aan het opbouwen en aan het afbreken. Eigenlijk bestaan we niet. Maar doordat die krachten elkaar vinden, kunnen we als we een wondje hebben, kunnen we onszelf herstellen. Dus die paradoxen die zijn uiteindelijk cruciaal als het gaat om complexe vraagstukken. Duidelijk. Uitja. Om die al aan de paradox aan te haken. Het paradox van met elkaar kunnen verbinden en de intentie te hebben, is eerst erkennen dat we in een bubbel zitten. En dat inzicht maakt al dat wij beter met elkaar kunnen communiceren, zonder oordeel. Mooi. Ja. Wij spreken dat je bewust onvaardig bent, dat is de eerste stap tot et cetera. Duidelijk. Mensen, gezien de tijd, ik ben al 5 minuutjes uitgelopen, zie ik. Laat ik beginnen met de opmerking dat ik het vanochtend in ieder geval heel leuk gevonden heb. En ik hoop dat de toehoorders het ook leuk gevonden hebben. Ik heb veel geleerd over de achtergrond van hoe wij als mensen denken in elkaar zitten. In termen van cognitief, niet cognitief, et cetera. Ik heb ook over een hoop geleerd over hoe je dat dan toe zou kunnen of moeten passen. Wellicht in projecten in het ruimtelijke domein. En ik vond het ook bijzonder interessant om toch een aantal stellingen te horen. Jong, oud, archeologie, bodem. Waarbij toch denk ik de pijnpunten, althans de bespreekpunten goed aan de orde zijn gekomen. Dus Arja, Govert, Marissa en Jos, dank daarvoor. Ik vond het heel leuk. Beste mensen, daarnaast, dit was het einde van het plenaire deel. Maar het is eigenlijk niet het einde van het symposium van 2021. Want ik heb het al gezegd, er vindt nog een aantal deelsessies plaats. Die zullen deels fysiek zijn, die zullen deels digitaal zijn. Jullie krijgen daar nog mededelingen over, ga ik vanuit SIKB. Daarnaast hebben wij, zoals ook al gezegd, op 29 september het jaarcongres 2022 in dit geval. Ik hoop jullie daar ook allemaal weer te mogen verwelkomen. En voor nu, voor jullie hier allemaal zometeen goed thuis. Voor jullie thuis schat ik in een lekkere lunch. Ik hoop jullie snel weer een keer live te spreken. Dankjewel. Ja, dank. Ja.